Wat een gezellige drukte zeg. Goedenavond, welkom in het Kenniscafé. Het is oktober, de blaadjes vallen en de mussen trouwens ook. Om een of andere duistere reden is het nog steeds gewoon zomer buiten. Maar we zitten hier toch maar bij elkaar voor een mooie avond over manipulatie. In alle mogelijke betekenissen van het woord. Welkom. Neem een biertje. Oh, heb je al. Oké. Nou, zoals elke derde maandag van de maand hebben we hier natuurlijk een kenniscafé over de wetenschap en de rest van het bestaan, zeg ik altijd maar, met gasten. En ik zal ze straks voorstellen. En met u, met het publiek. Want we willen praten met en over wetenschap. En vandaag hebben we het over manipulatie. Hoe werkt dat? Kun je het tegenhouden als het je overkomt? Wanneer wordt het dwang of propaganda? En mag dat eigenlijk allemaal zomaar? We gaan daar zo over praten. Even een paar huishoudelijke zaken. Het Kenniscafé is een samenwerking natuurlijk van de Volkskrant, van Science Center NEMO, van de KNAW, de Academie van Wetenschappen, en de Bali, het mooie gebouw waar wij hier zijn. En het is en blijft een café. Dat zou je misschien niet zeggen. De meeste cafés zien er anders uit, maar er is drank. En daar mag u ook gebruik van maken, mits u met de kassa daar even afrekent. Dat wil ik er altijd nog wel even bij gezegd hebben. Verder, ik zei het al, we gaan met elkaar praten. Dus vragen en opmerkingen zijn welkom. Maar dat willen we dan wel graag met een microfoon erbij, zodat iedereen hier het kan verstaan. En ook nog om een andere reden. Deze avond wordt live gestreamd via het befaamde internet. En nou ja, als u daar bezwaar tegen hebt trouwens, als u niet op video wilt, moet u misschien nu weggaan. Niet allemaal tegelijk, zou ik zeggen. Maar daarvoor is die microfoon in ieder geval cruciaal. Want anders hebben we wel beeld, maar geen geluid. En dat is voor de mensen daarbuiten weer vervelend. Even over uzelf. Ik ben Martijn van Calmthout. Ik vroeg me af, wie heeft er dorst? Oké. Wie heeft er net in dat inloopfilmpje de geheime fragmenten van Coca-Cola gespot? Niemand. Nou, dat kan, want die zaten er niet in namelijk. Maar zonder gekheid, wie denkt eigenlijk dat ze hem of haar niet gek krijgen? Dat gaan we vanavond namelijk proberen. Maar u bent gewoon niet te beïnvloeden, u weet wat u wil. Maar misschien zijn er mensen die daar anders over denken. Wie laat zich nooit van de wijs brengen? U niet. U ook niet. De rest wel. Oké. Nou, we gaan leren hoe dat dan werkt. Iemand die durft te wedden dat u nooit ergens intuint vanavond? Misschien? Leuk om te doen? Nee? Niemand? Oké. Nou ja, goed. Dat is maar goed ook, want zo groot is ons budget niet. Laten we beginnen. Laten we beginnen zoals altijd. En dat doen we met een stevige column. Eigenlijk altijd ook van Maarten Keulemans van de Volkskrant. Maarten Keulemans. Goedenavond, goedenavond, goedenavond. Even kijken of mijn microfoon het doet. 1, 2, ja. Goedenavond, dames en heren. Manipulatie. Manipulatie. Het onderwerp vanavond is een woord dat op een slechte pers kan rekenen. Google naar plaatjes van manipulatie en stevast zie je dit soort beelden. Van arme marionetten die willoos aan een stel draadjes bungelen. Manipulatie. Het ongemerkt beïnvloeden. Bijvoorbeeld om iemand te bedriegen. Zo lees ik in een online woordenboek. Bij manipulatie worden feiten opzettelijk weggelaten of verdraaid. Aldus een schoolboek maatschappijleer. Of deze uit weer een ander woordenboek. Opzettelijke verandering of beïnvloeding. Vaak met slechte bedoelingen. Raar eigenlijk. Er was een tijd waarin dat nog helemaal anders lag. Hier uit een woordenboek van 1858. Manipulatie. Bewerking. Wijs om iets te doen. Zoals het zilver uit de mijnen te halen. Scheikundige bewerking van een metaal, bestrijking van een lichaam met de hand. Ten einde heilzame veranderingen in hetzelfde teweeg te brengen. Nou, dat klinkt een stuk aardiger. Manipulatie werd in die tijd gebruikt om kinderen in slaap te krijgen, sieraden te maken, zieken te genezen of spijzen te bereiden. Manipulatie duidde op kundigheid, op precisie, op vlijt en vaardigheid. Ik vond zelfs deze advertentie een oproep om deel te nemen aan een cursus beursmanipulatie. Ondenkbaar tegenwoordig. Maar ja, dat was dan ook voordat die beurs crashte en mensen gingen opkomen voor hun rechten. Al die manipulatie was toch eigenlijk wel heel kwalijk, besefte men. Voor die beurs, de mijnwerkers in de zilvermijn En blijf trouwens eventjes met die heilzame handen van dat lichaam af, zeg. #MeToo. Zal allemaal best, maar we zijn er ook wel in doorgeschoten. Haast zou je de schoonheid en het vakmanschap van manipulatie vergeten. Manipulatie is Victor Mitz, die iemand zijn portemonnee in de plomp laat gooien. Manipulatie is de Koreaanse K-popband die een stadion vol tienermeiden in vervoering weet te brengen. Manipulatie is de spannende Netflix-serie waarmee je maar niet kunt stoppen. Wat een kennis en kunde zitten in manipulaties waardoor mensen gezonder gaan eten, langzamer gaan autorijden, de trap nemen in plaats van de lift. En dat allemaal zonder dat ze het doorhebben. Manipulatie is de vlieg in het urinoir die mannen in de pot laat plassen in plaats van ernaast. Manipulatie is hollebolle Gijs in de Efteling die kinderen manipuleert om hun afval in de prullenbak te gooien. Manipulatie is een smiley die u bij het binnenrijden van de bebouwde kom in één blik duidelijk maakt hoe hard u rijdt. U vindt dat misschien een onprettig idee, maar geloof me, je zal het allemaal maar op karakter en op wilskracht moeten doen. Ik zeg, manipuleer meer. Manipulatie mag dan een touwtje zijn waaraan we bungelen. Af en toe is het ook best prettig om even in de touwen te hangen. Goed, en dan is nu het moment aangebroken waarop ik u ga manipuleren, behalve die mevrouw en die meneer daar, om uw handen tegen elkaar aan te slaan. Een hele mooie avond. Dank u wel. Dankjewel, Maarten. En het is gelukt. Je zag, hè? Het werkt. Ja, ja, ja. Oh ja, voor we beginnen. Toch nog even. Voordat we echt beginnen, laat ik dat zeggen. Dames en heren, dit hier. Ga staan. Ik manipuleer hem waar hij bij staat. Dit is Mart Vogel. Hij is onze nieuwe Nemo amanuensis, zal ik het maar even noemen. Hoewel je geen witte jas draagt. Nee. Nee. Dat is helemaal nieuw. Maar niettemin, amanuensis. Mart zoekt 2 vrijwilligers die straks willen meedoen aan een geweldig experimentje. Het doet eigenlijk nauwelijks pijn, zei hij er ook bij. 2 mensen. Dat hoeft nu nog niet te beginnen, maar ik wil wel 2 mensen hebben, zodat hij weet bij wie hij moet zijn. Wie wil meedoen? Daar achterin en hier. Gezien? Top. Ja? Nou, dankjewel en sterkte straks. Dan mijn gasten. Daar moet ik even iets over zeggen. Het zijn namelijk allemaal vrouwen. Voor het eerst, bijna voor het eerst, in al die jaren Kenniscafé. En dat zijn er meer dan 10. Ik vind dat geweldig eigenlijk. En ik zou ook zeggen dat ik dat nog mag meemaken. Weliswaar op de rand, want binnenkort gaan anderen dit presenteren. Maar daar hebben we het later een keer over. Ik zou die gasten nu graag op het podium hebben. Denise de Ridder. Femke van Horen. En Eva van den Broek. En we hadden geen schikking op het podium afgesproken, maar het gaat eigenlijk vanzelf, toch? Ja, dat denken jullie tenminste. Maar ja, er gebeuren allerlei geheime dingen. Ik ga even het rijtje af om te introduceren. Denise de Ridder, welkom. Kantje boord, file bij Dordrecht, trein uit Utrecht. Mijn hemel. Doet je geluid het? Ja. Hij doet het. Hoogleraar psychologie in Utrecht. Gedragswetenschappen. Schrijft een column maandelijks in de NRC Handelsblad over beïnvloeding. En het gaat daar vaak over groen en gezond. Klopt dat? Ja, dat klopt. Klopt nog steeds. Manipulatie, we hoorden eigenlijk net van Maarten Keulemans al, het klinkt een beetje negatief tegenwoordig. Maar op een of andere manier, als je het hebt over gedragsbeïnvloeding, klinkt dat toch sympathieker dan gewoon keiharde reclame. En ik vraag me bij al die dingen af, hoe zit het eigenlijk met de vrijheid van het individu? Is dat iets waar je als onderzoeker ook wel eens over nadenkt? Dat je mensen iets kunt laten doen? Maar mag dat eigenlijk wel? Het is een leuke beginvraag. Ja, ja. Daar kunnen we de avond mee vullen. Precies. Gaan we ook doen hoor. Gedragsbeïnvloeding. Ja, dat mag. Dat is bijna onvermijdelijk, denk ik. Ja. En, maar bij ook als je gedrag beïnvloedt, moet je natuurlijk ethische afwegingen maken. En rekening houden met keuzevrijheid, met autonomie waar mensen aan hechten. Dus als je dat in overweging neemt. Dus mensen probeert te beïnvloeden en ze tegelijkertijd een kans geeft om iets anders te doen. Daar transparant over bent. Dan kan het, denk ik. Ik denk dat je er eigenlijk niet aan ontkomt. Het manipulatie heeft de hele slechte bijklank. Maar als je manipuleren in de zin van beïnvloeden, doen we het de hele dag. Bij iedereen, dus... Ik heb er misschien wel moeite mee. Ja, dus eigenlijk is alle interactie is al een vorm van manipulatie misschien. Nou, we willen graag dingen van mensen gedaan krijgen. En zolang dat nobele doelen zijn, ze gezonder laten eten, ze netjes laten lopen over het trottoir, zich veilig laten gedragen. Dingen waar de meeste mensen zich wel in kunnen vinden. De common good. Lijkt me dat een goede zaak. Oké. Nou, dan gaan we toch even naar een misschien iets andere partij. Femke van Horen, docent economie en marketing aan de Vrije Universiteit. Over nudging en de rol van onzekerheid in beslissingen. Daar doe je onderzoek aan, daar wil ik straks meer over weten. Maar ik kwam ook iets anders tegen. Je doet ook onderzoek naar hoe nepartikelen worden ervaren. Klopt dat? Nou, ik doe onderzoek naar productimitaties. Productimitatie, ja, nepartikelen. Ik vind het bijna hetzelfde hoor. Maar hoezo? Wat doe je dan? Ja, productimitaties zijn eigenlijk producten zoals bijvoorbeeld de Albert Heijn pindakaas die Calvé pindakaas nadoet in de verpakking. Ja. Veel gelijkenissen vertoont in verschillende... Tot en met de kleur van het etiket. Precies, en het dekseltje en de vorm van het potje bijvoorbeeld. Ja. En ik kijk in hoeverre consumenten dat nou eigenlijk prettig vinden of afwijzen. En wat de omstandigheden maken dat ze het toch gaan kopen of denken van nee, laat maar staan. Ja, ja. Dus daar kijk ik eigenlijk naar. Is dat voorbeeld van die pindakaas van Albert Heijn een toevallig voorbeeld? Of doe je ook werk voor Albert Heijn? Nee, ik doe geen werk voor Albert Heijn. Dat nee, ik ben een onafhankelijk persoon. Ja, oké. Nee, maar even voor alle duidelijkheid denk ik dan ook. En daar speelt natuurlijk... psychologie een rol bij, bij die kwestie? Ja, ik ben sociaal psycholoog van achtergrond inderdaad. En ik kijk eigenlijk naar de psychologische processen van wat maakt dat zulke producten succesvol zijn of niet. Ja. Oké. En dat gaat, waarschijnlijk hangt het voor een deel met de prijs samen, maar ook of het ergens naar smaakt. Als we nog even bij die pindakaas blijven. Ja, dat zijn aspecten waar ik dus niet naar kijk. Ik kijk echt alleen maar naar gelijkenis. Ja. Dus ik hou alle andere factoren constant. En dan kijk ik wat of meer of minder gelijkenis bijvoorbeeld beter werkt of minder goed werkt. Ja. En dat heeft dus ook, ja, eigenlijk zijn dat ook natuurlijk allerlei manieren waarop gedrag beïnvloed wordt. Dus verpakkingen, plaatsingen in het schap, al dat soort aspecten hebben invloed op gedrag van mensen. Ja. En kijk eigenlijk of het een meer koopgedrag stimuleert. Of minder. En waardoor dat komt. Ja. En daar zijn ook wel conclusies aan te verbinden aan dat soort experimenten. Ja, dat zijn zeker conclusies aan te verbinden. Doen jullie echt experimenten in winkels ook? Of is dat... Nou, niet zozeer in winkels. Het is dat doen we op het latere moment. Veldexperimenten zijn over het algemeen erg ingewikkeld om uit te voeren. Ja. We moeten eerst weten of het inderdaad het aspect waarin je geïnteresseerd bent. Ik kijk dus bijvoorbeeld naar gelijkenis. Of iets meer of minder gelijkenis heeft. Of dat ook daadwerkelijk het koopgedrag beïnvloedt zonder allerlei andere factoren die van invloed kunnen zijn. Want in een winkel heb je natuurlijk... En de gelijkenis is dan een plaatje of een potje? Nou ja, de verpakking. Ja. De mate van gelijkenis in de verpakking. Ja. Dus, en eigenlijk gaat het dan om welke concepten geactiveerd worden. En dat is natuurlijk ook iets wat in nudging heel veel gebruikt wordt. Dus welke concepten worden toegankelijk gemaakt in de hersenen. En dat maakt of mensen het positiever of negatiever gaan beoordelen. Grappig. Ja. En wij maar denken dat we gewoon in de winkel denken, laat ik die eens nemen. Ja, precies. Ja. Nou, prima. Ik wil daar straks nog wel meer over weten, hoe dat dan werkt natuurlijk. Tot slot even Van den Broek, gedragseconoom aan de WUR, de Wageningen Universiteit en Research. Moet je er altijd bij zeggen. Ja, zei ik het goed? Die R ben ik. Die research, daar ben ik een deeltje van. Oké. Een van de onderzoeksinstituten die dus niet in de universiteit zitten, maar ermee geaffilieerd zijn. Juist. En dat is een onderzoeksinstituut waar dus anders dan aan de universiteit ook geen onderwijs een rol speelt? Nee, wij zien heel weinig studenten. Oké. Ja. Is dat een opluchting? Nee, dat is echt zonde. Dat is dat wat ik het meeste mis van de universiteit. Ja. Een gedragseconoom, we hadden het net even over verpakkingen van in dit geval levensmiddelen. Dat zijn natuurlijk andere dingen. Uiteindelijk staat er natuurlijk ook gewoon een prijsje onder. Ik denk dat een gedragseconoom vindt dat dat prijsje heel belangrijk is. Of niet? De gedragseconoom zou vooral heel graag willen dat dat prijsje niet zo groot op die... op die schappen stond. Want er zijn zoveel andere aspecten die mensen wel degelijk heel belangrijk vinden. Ja. Maar die je niet kunt zien of kunt tellen. Dus zeg duurzaamheid. Als je daar een sticker voor ontwerpt en je zegt duurzaamheid 25,2... Ja. Dan letten mensen daar wel degelijk op. Ja, ja. Dus maar dat staat er niet op. Voorgetrokken, dat staat er niet op. De prijs wordt voorgetrokken. Oké, en is dat iets wat jij zelf... zo belangrijk vindt? Of is dat in de gedragseconomie breder de opvatting? Nou, gedragseconomie is nog een relatief jong gebied. Dus we moeten nog een beetje soms boksen tegen de ouderwetse economen. Nu zeg ik het heel gechargeerd. Ja. En de ouderwetse econoom zou zeggen prijs. Ja, ja, ja. Dus vandaar mijn omslachtige antwoord. Ja. En koop je zelf bij Albert Heijn dan... Ik mag die naam hier noemen, het is alleen voor ons hier intern en op de video wordt het gebliept. Bij Albert Heijn dan koop je daar de nep in de kaas of de echte? Het neppotje of de echt potje? Want daar komt natuurlijk hetzelfde spul in. Ja, nu we de dingen toch bij de naam noemen. Ja. Ik koop meestal de duurste, omdat ik dan niet zoveel na hoef te denken. En bijvoorbeeld bij vlees dat vaak ook de lekkerste is. Oké, dus dit is een heel erg antwoord, ja. Ja, dan ga ik even terug toch nog naar... hoe zit het met de pindakaas in Huizen van Horen? Welke staat daar op tafel? Toch wel Calvé, helaas. Dus een merk. Nou, of niet helaas. De duurste. Ja, dus ja, volgens mij ook dezelfde trouwens. Hoe is het bij jou? Er eten we geen pindakaas. Geen pindakaas, maar in iets algemenere zin? Ja, ik moet bekennen, ik ben ouderwets. Ik denk dat de merknaam nog iets te maken heeft met kwaliteit. Yes. Dus ik laat me daar ook wel door in de luren leggen, als je dat bedoelt. Oké. Wie koopt er hier nep? Wie koopt er hier echt? Oké. En wie lust er geen pindakaas? Oké. Goed. Ja, dat staat ook altijd op dat het in een fabriek is gemaakt waar mogelijkerwijs met pinda's wordt gewerkt. En dat is voor sommige mensen ook weer een probleem. Een serieus probleem overigens. Laten we het even hebben over een aantal termen die al zijn langsgekomen. We hebben het gehad over marketing even, over reclame. Maar ook het woord nudging viel. En misschien framing is niet gevallen, maar dat zit in mijn gevoel ook al een beetje in diezelfde categorie. Denise, je houdt je in je onderzoek onder andere bezig met nudging. Klopt. Wat is nudging? Nudging is een beetje een ongelukkige term die in het Nederlands gewoon duwtje betekent. Duwtje. En het verhaal gaat dat... de twee auteurs van een gedragseconoom en een jurist zich hebben laten verleiden door de uitgever om die grappige termen te gebruiken. En nou ja, dat was een goede zet van de uitgever. Want het komt uit een enorme bestseller. Het is een boek. Ja. Als je het iets deftiger wil zeggen, en dat kan soms helpen als je sceptici wil manipuleren, dan kan je de term keuzearchitectuur gebruiken. Nudging betekent dat je de keuzes op zo'n manier aanbiedt dat de gewenste, en daar kunnen we dan over over praten wat is gewenst, maar dat er vanuit een bepaald oogpunt gewenste keuze makkelijker gemaakt wordt. Sommige mensen zeggen verleidelijker. Ik zou zeggen, ik hou zelf meer van de term makkelijker, terwijl de alternatieve optie open blijft. Aha. Open blijft of misschien lastiger is? Niet lastig. Dat hoeft niet. Het moet aanvaardbaar zijn. Dus als we het even in economische termen hebben. Als je prijs is niet echt een nudge, maar als het de kosten financieel of anderszins te groot worden voor de alternatieve keuze, is het geen nudge meer. Dus als je de appels voor iemands neus legt, het klassieke voorbeeld, en de kroket... laten we zeggen 30, 40 centimeter verder is het een nudge. Wanneer je 2 trappen op moet naar een andere kantine, zou het geen nudge meer zijn. Dus het moet voor de appel bedoel je dan? Ja. Nee, de ongezonde producten op voor de kroket moet binnen handbereik zijn, alleen iets minder voor de hand liggen. Ja. Dat is de klassieke definitie. Ja. Ik snap, als je 2 verdiepingen op moet voor het alternatief, dan is dat eigenlijk geen alternatief meer. Dan is het geen alternatief meer. Ja. Dus het gaat eigenlijk over iets subtiels, zou je kunnen zeggen. Ja, het moet subtiel zijn in de zin dat het iets suggereert, uitnodigt. Die term gebruiken eigenlijk de 2 auteurs, Thaler en Sunstein, gebruiken die term niet, maar het moet suggereren dat een één gezonde, groene dingen waar de meeste mensen wel een warm hart toedragen, dat die meer voor de hand liggend is, die keuze. Ja. Je moet er toch vanaf kunnen als je het niet wil. Dat nudging, dat woord, dat komt dus uit een boek, begrijp ik. Ja. Van wanneer is dat boek ongeveer? 2008. Dat is 10 jaar geleden. En een artikel dat het, denk ik, 5 jaar vooraf ging. Ja, dus 10, 15 jaar geleden. Ja. Maar het is wel een modieuze term, zou ik zeggen. Je komt het geregeld tegen in krantenmedia. Er zijn onderzoekers die zich daarmee bezighouden. Dat hoeft niet per se modieus te zijn, maar ze zijn er wel. Het is op een of andere manier ook een woord dat wel precies pakt wat er misschien daarvoor al onder allerlei andere termen gebeurde. Was het een soort aha-erlevenis ook, misschien voor jezelf? Nou, het is in ieder geval een heel prikkelend concept. Ja. Maar het maakt gebruik van... deels steunt het op technieken die al lang in de marketing en reclame gangbaar zijn. Maar wel met een heel ander doel. Het steunt heel erg op het oude werk van Kahneman, die iedereen kent van Schiphol. Thinking fast and slow, die daar in grote stapels liggen. Oh, dus eigenlijk is het een vertaling... denk Schiphol, heeft hij dat gebouwd of zo? Maar dat gaat om de boeken. Nee. Maar je ziet het bij de Bruna en bij Schiphol. Ik vraag me altijd af, nemen die mensen dat nu echt mee naar het strand? Zo'n dikke pil, daarom valt het me altijd op. Maar hij ligt, het boek ligt overal. Het is Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar. Ja. Daar steunt het op. Dus dat zijn inzichten van 30, 40 jaar oud. Ja. Maar het was wel net het goede woord, zou je kunnen zeggen. Nou, het is het goede woord en het goede moment. Ik denk dat wij ons in Europa niet goed kunnen voorstellen waar, waar laat ik zeggen, progressieve mensen in Amerika mee worstelen. Dat het heel moeilijk is om mensen die totale keuzevrijheid hebben om wel of geen ziektekostenverzekering te nemen, wel of geen pensioen. Met als gevolg, het is natuurlijk heel lastig om als je 20 of 30 bent geld opzij te leggen voor 30 jaar later. Ja. En als het niet verplicht is, zoals hier, dat wat gewoon taboe is, dan is de enige optie, hoe kun je mensen uitnodigen, stimuleren, suggereren, nutje om toch dat pensioen of die ziektekostenverzekering te nemen. Je denkt in die context is dat de maatschappelijke inrichting van de VS maakt ook dat je misschien bewuster bent van dit soort... Het is the land of the free, dus als je daar wat tegenover wil zetten moet je iets linkere methode, als er geen bereidheid is om wetten te maken, dan kom je hierbij terecht. Ja. Ik ga even naar de marketingkant. Dat is misschien flauw dat ik je alsmaar in de marketingkant zet. Dat is ook niet letterlijk zo natuurlijk. Maar toch, dat begrip nudging, heeft dat ook iets gedaan in, laten we zeggen, de economische de gedrags... gedragseconomie, in de marketing. Ja. Wat Denise al zegt, dat zijn natuurlijk technieken die al heel erg lang bestaan en niet wat dat betreft zo nieuw zijn. Ik denk wel dat de manier waarop ze het verpakt hebben en op een heel begrijpelijke wijze ook neergeschreven hebben, dat ze gewoon veel groter publiek hebben weten te bereiken. Ja. En ik denk dat die discussie van wat is onze vrije wil en worden we inderdaad beïnvloed of niet, dat altijd een heel negatieve discussie was van we hebben toch onze eigen wil. Terwijl zij veel meer hebben duidelijk gemaakt dat alles in onze omgeving, dus inderdaad die keuzearchitectuur, dat die altijd ingericht moet worden. Dus hoe dan ook worden we altijd beïnvloed door hoe deze zaal bijvoorbeeld ingericht is of de trap die je op moet lopen of hoe hoog je zit. Ja, dat beïnvloedt al hoe je hierop neerkijkt bijvoorbeeld. Dus daar zijn allerlei keuzes in te maken en die maakt dat mensen op een bepaalde manier denken of de wereld waarnemen. En dat hebben zij op een hele mooie manier narrated te schrijven, dat ze daar dus ook invloed hebben kunnen uitoefenen. Nou als je het over nudging hebt, klinkt het altijd een beetje aaibaar. En dat gaat over groen en gezond en duurzaam en niet, nou ja, van allerlei dingen die wel verstandig klinken. Marketing, dat klinkt altijd een beetje als gaat toch om geld gewoon eigenlijk. Zoveel mogelijk verdienen. Ja. Is dat een terechte gedachte bij het woord marketing eigenlijk? Nou ja, ik denk wel dat er... Kijk, we weten hoe mensen... Eigenlijk is heel nudging opgezet, ook aan de hand van Kahnemans effecten die hij in de jaren heeft onderzocht. Ja. Dat mensen heel voorspelbare fouten maken. En dat is hij als gedragseconoom, heeft hij veel over te weten gekomen. En dat beter... dat we daar een beter inzicht in krijgen. En als we weten welke fouten gemaakt worden, ook hoe we die dus kunnen inzetten om beter gedrag, of gedrag waar we in ieder geval als maatschappij over eens zijn dat dat beter zou zijn. Om daar te kijken van, oké, hoe kunnen we dat dan verbeteren of mensen gelukkiger daarin maken. Ik denk die kennis die daarin ontwikkeld is, dat die op verschillende facetten in te vullen zijn. Dus die kun je net zo goed inzetten om meer winst te genereren. Maar ik denk dat dat onvermijdelijk is. Net zoals wanneer je over machine learning of artificial intelligence, dat kan hele goede... en belangrijke thema's verbeteren bijvoorbeeld, maar het kan ook negatief gebruikt worden. Ja. Ik denk dat het zijn de onderliggende principes of mechanismen. Ja, maar eigenlijk dat zoek ik eigenlijk in hoeverre dat eigenlijk hetzelfde vakgebied is. Dat zit wel heel dicht bij elkaar ook. Ja, zeker. Vind je dat zelf ook eigenlijk? Nou, ik denk dat het is niet onbelangrijk met welk doel het wordt ingezet. Dus het maakt gebruik van dezelfde technieken. Maar is het een doel wat ons allemaal dient? Of is het primair een doel wat commerciële belangen dient? Ja. En dan krijg je het interessante geval is, zou Albert Heijn, de naam is nu toch al genoemd, maar ik vind het ook prima om de Jumbo of de Lidl te noemen. Kunnen die ook een belang hebben om duurzaam en gezond gedrag te stimuleren zonder dat daar een onmiddellijk winstoogmerk aan zit. Ja. En ik denk dat dat de winnende zet is geweest, of eigenlijk het winnende vehikel is geweest van Kahneman en ook eigenlijk van Sunstein en Thaler met hun boek Nudge. Ja. Omdat er een econoom bij betrokken was. Economen hadden altijd het voordeel dat ze toegang hadden tot beleidsmakers en geloofd werden door beleidsmakers. Ja. En ik denk dat ze dat gewoon heel goed hebben gebruikt om hun paard van Troje binnen te rijden. Namelijk gedragswetenschap in het breed. En opeens luisterden die beleidsmakers en dachten zo, pensioenen, die kan je dus wel verkopen. Dat heeft een enorme doorbraak betekend, denk ik. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat de jurist minstens de staatsinrichting aspect, waar ik net aan refereerde, dat dat minstens zo belangrijk is dan het economisch aspect. Het is die combi geweest, inderdaad. Ja. In de gedragseconomie is, neem ik aan, Kahneman ook een grote naam. Een hele grote naam. Dat boek Nudge, want het heet gewoon Nudge, hè? Eén woord, prachtig, goed gevonden. Die cover is trouwens ook fantastisch. Zag je dat net? Met die olifant en dan nog een olifant. Heel goed gedaan. Goeie uitgever. Nou krijg ik hem natuurlijk niet te zien, maar goed, dat maakt niet uit. Maar dat is dus een belangrijk ook moment, zou je ook kunnen zeggen, voor de gedragseconomie. Dat dit soort gedachtegoed daar leading is, of in ieder geval serieus. Ja, je zag al de opkomst van de experimentele economie. En dat is een jaar of 20, 25 geleden, denk ik, dat economen opeens dachten, hé, die aannames waar we op drijven, die rationele mens, moeten we dat niet een keertje testen? En toen gingen ze een keer bij psychologen kijken. Ja. Nee, die hadden er andere ideeën over. En toen zijn die vakgebieden een beetje naar elkaar toegegroeid door het lab eigenlijk. Ja. En doordat ze daarin zagen dat mensen inderdaad voorspelbare, maar niet rationele dingen deden, is dat langzaam uit het lab gegroeid. Ja. Maar eigenlijk is die gedragseconomie dus ook wat dat betreft gewoon verwant aan wat bij marketingwetenschappen gebeurt en wat er ook bij in de psychologie in meer algemene zin gebeurt. Ja. En wat je al zei, geld is wel belangrijk, maar niet het enige, ook niet voor economen. Toch? Ja, Oké, nou misschien zei je het niet, maar dan zeg ik het. Oké, laten we, dit is gewoon even het landschap zou ik zeggen. Dat is goed om op ons te laten inwerken. Ik wilde eigenlijk even, en nou heb ik hier staan op de kruk, maar er is helemaal geen kruk. Er is wel een staantafel, dus we doen het daarmee. Rianne Hoek, welkom Rianne. Dankjewel. Kom even daar staan. Nou, het is het enige moment dat ik ook op het podium kom. Niks lostrekken, dat lijkt me ook fijn. Hoe zit het met de schittering? Hè? Want ik kreeg wel eens klachten over dit. Nou, het valt mee toch? Ja, mooi. Of niet? Niemand last van? Fijn. Rianne Hoek, promoveert aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Bij? Communicatiewetenschappen. Communicatiewetenschappen. Ja. En ik heb hier staan, ik lees het gewoon even voor omdat ik het wel een solide zin vind. Ontwikkelt een meetinstrument om de reclameweerbaarheid van kinderen te bekijken. Ja. Is dat ongeveer wat je doet? Ja, ongeveer. Dat is denk ik wat momenteel op de website staat. En wat ik ongeveer 2,5 jaar geleden heb aangeleverd om op de website te zetten. Inmiddels is mijn project een beetje, een heel klein beetje van koers gewijzigd. Oké. Maar ik kijk nog steeds naar de reclamewijsheid van kinderen. Kun je om te beginnen uitleggen wat dat is? Reclamewijsheid. Dus, ja, in dit geval gaat het dan zowel om de kennis over reclame die kinderen hebben, maar ook de houding die zij hebben ten opzichte van reclame. En bij kennis gaat het dan bijvoorbeeld begrijpen ze dat reclame bedoeld is om je iets te verkopen, om ervoor te zorgen dat je iets wil hebben. En bij de houding gaat het echt om, zijn ze sceptisch ten opzichte van reclame en hoe stom vinden ze reclame eigenlijk? En het idee is dat hoe meer kennis ze hebben en hoe sceptischer en stommer ze reclame vinden, hoe reclamewijzer kinderen zijn. Oké. Ja. En binnen mijn project willen we dus eigenlijk te weten komen of kinderen die kennis en die houding die zij hebben, of zij die ook daadwerkelijk kunnen activeren wanneer zij aan reclame blootgesteld worden. Want we weten uit eerder onderzoek dat kinderen zeker vanaf een jaar of 10 best wel goed weten wat het doel is van reclame. Dat ze ook best wel kritisch zijn ten opzichte van reclame. Vanuit adverteerders en vanuit de maatschappij wordt heel vaak gedacht van, nou, zolang je maar weet wat reclame inhoudt en zolang je daar kritisch over kan nadenken, dan is reclame wel ethisch, want dan kan je gewoon goed evalueren wat er aan de hand is en dan kan je jezelf weerbaarder maken. De vraag is dus of dat inderdaad zo is. Ja. En dan binnen mijn promotieproject proberen we dus te onderzoeken of kinderen dus de kennis die ze hebben en die houding, of ze dat dan kunnen activeren als ze blootgesteld worden aan reclame. En ik ben mijn project begonnen met het ontwikkelen van een instrument om dat te kunnen meten. En we zijn begonnen met kijken naar expliciete reclame. Dus dat is dan reclame die bijvoorbeeld op televisie komt, die heel duidelijk herkenbaar is. Het sterblok. Ja, het sterblok, de reclame midden in de film. Ja, precies. Ja. Ik heb nu in de afgelopen zomer heb ik een studie gedaan waarin we kijken naar een meer impliciete vorm van reclame. Een vorm eigenlijk waar heel veel discussie de laatste tijd over is geweest, namelijk reclame in vlogs. Die veel meer verborgen is, die eigenlijk in de inhoud van de vlog verweven zit. Waardoor het dus moeilijker is om te herkennen dan bijvoorbeeld bij zo'n reclame. En zo'n knolbak niet per ongeluk pannenkoeken van Koopmans? Ik Piep. Denk dat we over het algemeen kunnen aannemen dat hij dat niet per ongeluk doet. Precies. Nee. Ja. Kun je beschrijven dat instrument, daar moeten we misschien dadelijk over hebben. Ja. Wat is een instrument in dit verband? Maar kun je een experiment beschrijven? Hoe gaat dat eigenlijk? Hoe doe je dat? Nou, ik kan wel wat ik bij NEMO heb gedaan, het experiment beschrijven. We wilden dus eigenlijk weten wat er gebeurde als je kinderen, maar ook volwassenen. Want ik moet eventjes zeggen, we denken heel vaak dat kinderen makkelijk beïnvloed worden door reclame. Maar we weten eigenlijk soms ook niet zo goed hoe makkelijk het is voor volwassenen om vooral ook impliciete vormen van reclame te herkennen. Ja. Dus in NEMO hebben we een onderzoek gedaan naar het herkennen van verborgen reclame in vlogs. Nou, hier zie je bijvoorbeeld Milan Knol, het broertje van Enzo Knol, die Doritos. En die is ook een vlogger. Die Doritos aan het promoten is. Maar goed, we wilden dus weten van ja, kinderen en volwassenen kunnen zij die reclame herkennen. En we hebben dan twee groepen gemaakt. In de ene groep kregen mensen vooraf een waarschuwing te zien. Van let op, dit volgende filmpje bevat een reclame. En in de andere groep kregen ze dat dus niet te zien. Ja. En vervolgens wilden we dan weten hoe mensen op dat filmpje reageerden. Of ze dus de reclame überhaupt herkenden en of ze dus met zo'n waarschuwing het beter konden herkennen. En in de praktijk, vraag je dat dan? Of doe je een gesprek? Of heb je een vragenlijst? Hoe werkt dat? Ja, we hebben ze dus het filmpje laten zien. Daarna hebben ze dus dat meetinstrument wat we aan het ontwikkelen zijn. Ja. Dat was een soort computerspelletje. Dat hebben ze daarna gespeeld. En tenslotte een vragenlijst beantwoord. En in die vragenlijst zaten dus onder andere ook vragen van in hoeverre... denk je dat er reclame gemaakt werd in het filmpje dat je hebt gezien? Maar we hebben ook bijvoorbeeld gevraagd naar hoe leuk vind je het merk dat je hebt gezien? Of hoe lekker, het ging dan om een pizzamerk. Ja. Hoe lekker vind je dat? Dus we hebben ook bijvoorbeeld merkattitude gemeten. Okay. Het verschil tussen die groepen was eigenlijk vooral, je vertelt het wel vooraf of je vertelt het niet vooraf. Ja, klopt. Ja. Maakt dat veel uit? Je bent bezig met de analyse, ik ben op dit moment bezig met de analyse. Zullen we raden? Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er gedacht wordt. Maakt het iets uit? Wie vindt dat het iets uitmaakt? Denkt dat het iets uitmaakt? Dus als je gewaarschuwd bent, dan kun je er afstandelijker naar kijken. Dat is misschien de hypothese. Ik weet niet of ik heb het plaatje opgestuurd van wat precies de waarschuwing was. Ik weet niet of ik nu alles in de war schop. Maar ja, dit. Dus dit was de waarschuwing. Nick Roos is dus de vlogger die gebruikt hebben en Domino's het pizzamerk. Ja. Dus dit was de waarschuwing die de helft van de mensen heeft gezien. Zowel kinderen als volwassenen. Er staat niet bij... Pas op, alarm. Het is heel neutraal. Ja, het is wel vrij neutraal. Ja. Maar dit was wel 10 seconden in beeld te zien. Dus dat is wel vrij lang. Okay. Helemaal aan het begin. En we hebben ook dan gezegd tegen de deelnemers van... het begint gelijk, dus goed naar het scherm kijken. Wie dacht dat wat uitmaakte? Ja, voordat ze het dus beter als een reclame herkennen. Nou, de helft. Dat is een goede hypothese. Oké, wat gebeurt er als je dat analyseert? Nou, ik heb het dus geanalyseerd. En we hadden dus ook een vraag in de vragenlijst van... in hoeverre denk je dat er reclame gemaakt werd in deze video? In beide groepen... zei ongeveer 60% ja zeker weten. Dus het maakte niet uit of je deze waarschuwing wel of niet te zien kreeg. Ik moet wel zeggen, het zijn nog wel vrij voorlopige resultaten. Want nog wel het zal niet opeens 5% en 80 zijn, toch? Nee, klopt. Nee. Okay. Nee, dus het maakt eigenlijk, om het even in heel wetenschappelijke termen te zeggen, geen bal uit. Nou ja, ik zou zeggen, er moet nog wel meer onderzoek naar gedaan worden. Want op één studie kan je niet alles inzetten. Maar voor nu zou ik zeggen, het lijkt niet heel veel uit te maken. Oké. Jij wilde... De innerlijke econoom in mij, die zegt, maar Doritos betaalt toch? Dus het zal toch wel... Ja. Sorry, het zal toch wel een effect hebben op de kijkers, op de doelgroep? Op de merkattitude? Of op... Nou, vooral op hoeveel van die Doritos ze in het schap daadwerkelijk pakken. Ja. Ja, daar durf ik geen uitspraak over te doen, want wij hebben niet naar het gedrag gekeken. Je zou met ze moeten gaan winkelen nog. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat bedoel jij. Ja, ik had eigenlijk misschien met ze mee moeten gaan, want in Nemo verkopen ze ook pizza's namelijk. Ik had eigenlijk achter ze aan moeten lopen naar de kantine en kijken of ze pizza gingen bestellen. Dat had ik misschien nog kunnen doen. Wat leert zoiets over het begrip reclamewijsheid? Dit lijkt me geen echt heel keihard instrument om... de kijker wijzig te maken. Nee, klopt. Nou ja, in principe is het doel natuurlijk van de waarschuwing dat mensen zich bewust worden van de reclame in de video. En dat dus zo'n waarschuwing ervoor zorgt dat je getriggerd wordt van reclame. Reclame is bedoeld om mij spullen te verkopen. Ik vind reclame niet leuk. En dat dan dus vervolgens invloed heeft op hoe jij naar dat filmpje kijkt. Ja. En als we het dan hebben in die termen echt van activatie, van kunnen mensen die kennis echt activeren. Daar hebben we dan een computertaakje voor gemaakt, waarbij mensen woorden moesten indelen. En die woorden hadden of met reclame te maken of met nieuws. Het is een neutraler onderwerp. En het idee daarachter is dus dat als je de woorden zag bij het concept dat in jouw hoofd geactiveerd is, dat je die sneller kunt indelen. Ik weet niet of dat heel... Het is een beetje een technisch verhaal. Ja. Maar de vraag was uiteindelijk, als je het hebt over reclamewijsheid, wat kunnen we hier nu van leren, van dat soort experimenten? Geeft dat een richting in bijvoorbeeld het letterlijk aanleren van die reclamewijsheid, om dat begrip te gebruiken? Nou, in principe, we willen natuurlijk weten of kinderen, volwassenen dus die reclame kunnen herkennen. Ja. Of ze vervolgens die kennis en kritische houding kunnen activeren. En of ze dat ook eigenlijk kunnen inzetten uiteindelijk in een later stadium. Om zich weerbaarder te maken tegen de invloed van die reclame. Ja. En dat is eigenlijk een beetje waar die reclamewijsheid komt kijken. En ja, is dat een beetje antwoord op je vraag? Nou ja, ik vraag me af, kun je hier een lespakket uitmaken om kinderen, in dit geval kinderen, wijzer te maken op dit vlak? Nou, er zijn best wel veel mediawijsheid trainingen eigenlijk meer die al op basisscholen worden gegeven. En ik denk zeker dat het wel nut kan hebben om ook daar iets in op te nemen over vlogvertising. Dus over reclames in vlogs. Zodat kinderen wel beter bewust van worden gemaakt dat er eigenlijk in heel veel vlogs verborgen reclame zit. Ja. Maar tegelijkertijd laat je nu een experiment zien dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Of moet er misschien een veel hardere boodschap voor staan? Ja, kijk, dit was natuurlijk een waarschuwing die 10 seconden in beeld is. Ja. Als je iets op zou kunnen nemen in een lesprogramma, dan kan je natuurlijk veel uitgebreider stilstaan en iemand echt iets leren over hoe dat in zijn werk gaat bijvoorbeeld. Ja. Want ik kan misschien wat wel goed is om te weten, die vraag van bevat deze video reclame, die werd door maar 30% van de basisschoolleerlingen met ja zeker weten beantwoord. En door volwassenen door 92% met ja zeker weten. Oké, dus het verandert wel iets. Dus er is wel zeker een verschil tussen kinderen en volwassenen daarin. Dus daarom denk ik dat als je kinderen wellicht meer uitleg kan geven van hoe het precies werkt. Ja. Dat je ze dan dus wel op die manier reclamewijzer kunt maken met betrekking tot reclame in vlogs. En dat ze dat dan eventueel zou kunnen helpen om weerbaarder te worden, zeg maar, tegen die beïnvloeding. Ja. Ja. Je promotiewerk is nog niet klaar. Nee. Je bent aan het schrijven misschien? Ja, klopt. Ja, ik heb alle data verzameld en nu is het heel veel analyseren en schrijven. Ja. Ja, ja, ja. En wanneer mogen we die promotie tegemoet zien ongeveer? Ik hoop dat het proefschrift eind juni zo'n beetje afgerond is. En dan zal de promotiedatum ergens volgend jaar in het najaar zijn. Oké, en wat is je belangrijkste stelling, denk je, in dat proefschrift? Nou, het belangrijkste doel was dus om een meetinstrument te ontwikkelen. Om dus die activatie van reclamewijsheid te meten. Ja. En daar heb ik tot nu toe een beetje gemengde resultaten op gevonden. Dus ik durf nog niet echt te zeggen wat echt de stelling komt later. Ja, daar kan ik nu nog niet echt antwoord op geven. Oké, nou interessant. En tegen die tijd horen we vast nog meer van je. Rianne Hoek, dames en heren. Ja. Hier is zitten. Ja, zeker. Nee, maar we waren eerst met het gesprek bezig. En nu mag u een vraag stellen. Oké, fijn. Welkom. Mijn vraag is, u zegt, u heeft het over kinderen. En ik maak daar een onderscheid. Is dat van 0 tot 18? Want dan zijn we volwassen. Maar dat lijkt me dan nogal discutabel. In dit geval heb ik het eigenlijk op kinderen vanaf een jaar of 7, 8 tot 12 jaar. Dus... al reeds lang zijn ze gepasseerd. De mensen in de vlog zelf. Oh, dat zijn degenen die die video's zelf maken. Ja. Die zijn ouder. Dat zijn jongvolwassenen, dus meestal tussen 20 en 25 jaar. Die geven het voorbeeld of het verkeerde voorbeeld. Maar ja, die laten eigenlijk al die producten zien in hun video's. Ja. Nog meer vragen? Ja, dat lijkt me wel een goed moment. Daar is een vraag. En misschien nog meer mensen, zodat ik alvast een hand weet voor de volgende? Nee? Oké. Ja, hou je vast. Hi, goedenavond. Mevrouw Hoek, ik heb een vraagje. U had het over een computerspel tijdens uw onderzoek. Waar verdiende dat computerspel voordat die questionnaire vervolgens begon? Waar diende het computerspel voor? Ja, waar diende dat computerspel voor in uw onderzoek? Nou, dat computerspel is dus bedoeld om die activatie van reclamewijsheid te meten. Dus door mensen woorden in te laten delen. Het idee daarachter is dat als jij een concept in je hoofd, als dat actief is, dus als dat geactiveerd is, dan zul je woorden die met dat concept te maken hebben, daar reageer je sneller op dan op woorden die met een concept te maken hebben die niet, dat niet actief is in jouw hoofd. Dus als je bijvoororbeeld die Doritos hebt gezien, het woord chips zul je sneller indelen als je dat hebt waargenomen. Ja, dat bedoel je toch? Ja, precies. Ja. Okay. Ja, en bij ons was dan het verschil dus met reclamewoorden versus nieuwswoorden. Dus het idee is dan dat proefpersonen bij wie het reclameconcept, dus het reclamewijsheidconcept actief was geworden, dat zij woorden als kopen, product, maar bijvoorbeeld ook liegen of misleiden sneller indelen dan mensen die, bij wie dat dus niet geactiveerd is. Er zijn leukere computerspellen volgens mij, maar dat is weer een heel ander onderwerp. Even kijken, er is hier een vraag en daar ook. Hi, heel erg bedankt voor je presentatie. Ik was benieuwd, heb je de waarschuwing ook via de audio gebracht naar de kinderen? Want ik kan me herinneren dat ik die leeftijd had en als er iets van tekst in het beeld zou staan, dan zou ik denken, ja zo wel. En is er ook gemeten, zeg maar, of ze überhaupt die tekst ooit gelezen hebben, ook echt wat er staat? Ja, het zijn twee hele goede vragen. Allereerst, nee, het is niet in audio aangeboden. Dat kwam omdat we eigenlijk het experiment in deze vorm, omdat dit de eerste keer was dat we het op deze manier gingen onderzoeken, met dus die activatie van reclamewijsheid erbij, wilden we eigenlijk het experiment verder vrij simpel houden. Ze hebben gekozen voor maar 2 condities. Dus wel die waarschuwing en niet die waarschuwing. Terwijl je ook had kunnen kiezen bijvoorbeeld van wel de waarschuwing in zowel tekst als gesproken. En bijvoorbeeld niet de waarschuwing. Dus ja, er waren zeker nog veel meer mogelijkheden geweest. Dus ik denk ook, ja, er is nog hartstikke veel te onderzoeken binnen dit gebied. En even kijken, je tweede vraag ging over... Volgens mij was er maar 1 vraag. Bovendien mogen we hier nooit 2 vragen stellen. Misschien dadelijk nog. Hier was ook nog een vraag. Toch? Ja, oké. Wacht even op de microfoon. Ik hou hem vast. Ja. Hi, ja, ik vraag me af, hoe heb je ervoor gezorgd dat het niet een leidende vraag is? Want ik kan me voorstellen dat als je vraagt, heb je reclame gezien? En ik heb het nog helemaal niet gezien, maar ik denk, oh goh, ja, Doritos. Ja, klopt. Dat is inderdaad best wel lastig. Dus we hebben ook die vraag op een punt in de vragenlijst gesteld dat we bijvoorbeeld vragen over het merk en dergelijke al eerder gesteld hadden. Zodat de antwoord op die vraag van heb je een reclame gezien niet meer verder van invloed zouden zijn op de andere antwoorden die gegeven werden. Ja, je bedoelt meer van dat als je die vraag stelt dat mensen graag bevestigend beantwoorden. Of... Maar je bedoelt eigenlijk vooral, stel je voor dat hier had gestaan, de volgende reclame wordt, of de volgende vlog wordt gefinancierd, of hoe stond het er precies, door Kroki. En dan wordt Doritos komt in beeld. En dan is de vraag, heb je dat gezien of niet? Nee, dat bedoel ik niet eigenlijk. Nee. Ja, ik dacht, ik ben eens creatief, maar goed. Ook een leuke vraag. Okay. Nee, wat ik bedoel is, de mensen die niet die boodschap hebben gekregen, je zegt dit had geen effect, namelijk allebei 60%. Maar als je... Het vroeg op een manier van, goh, heb je reclame gezien? Dan ga je automatisch bij jezelf nadenken, heb ik reclame gezien, ja of nee? Ja, ja. Dan heeft het toch al, gaat het percentage toch sowieso omhoog? Ja, dat kan zeker zo zijn, ja. Oké, maar we moeten niet helemaal in de techniek van het onderzoek verzeild raken, denk ik. Volgend jaar zomer kun je het hele proefschrift lezen. Hopelijk. En dan kun je volgens mij ook nog gewoon vragen stellen. Dankjewel. Ja. En nou wil ik toch even weten, is hier een fanclub in de zaal? Ja. Oké. En zij is van jullie? Ja. Jij vindt haar heel vet. Okay. Interessant. Goed, ik ga even terug naar het panel, want jullie zijn er gelukkig ook nog. Ik wil er even door op dat nudging, dat begrip nudging. Het is voorzichtig, daar hadden we het al over. Maar is het ook openlijk of is het meer stiekem? Is dat een factor die van belang is bij het effect van nudging bijvoorbeeld? En uiteindelijk ook van marketing enzovoorts. Hoe open ben je over, ik ga nu je gedrag beïnvloeden? Ja, je kijkt naar mij, dus ik neem aan dat je naar mij de vraag stelt. Nou ja, hier staat nudging, hier staat marketing, hier staat economie. Oh, zat het? Ja. Even wisselen. Er wordt altijd beweerd dat het niet zou werken als je het verklapt, zeg maar, het trucje. Ja. Maar de experimentjes die tot nu toe gedaan zijn, waarbij je een waarschuwing aanbiedt, laten zien dat dat helemaal niet uitmaakt. Het is wel, mensen zijn wel verbaasd, of als je ook van achteraf uitlegt dat zou werken, maar ze vinden het een goede zaak en dat snappen ze ook wel. Ik denk dat het de studies er zijn, wat enquêtes gedaan, wat experimentjes waarin je mensen later uitlegt wat je gedaan hebt en dan zie je wel dat mensen een goede feeling hebben voor wat wel en niet kan. Dus als je uitlegt dat ze bijvoorbeeld, ja, daar gaan we weer, een duurzame keuze moeten maken, of een gezonde keuze, vinden ze dat prima. Als het gaat bijvoorbeeld over dingen die ze niet zo goed snappen, maar ik denk die ze ook niet zo goed snappen als het om voorlichting gaat, bijvoorbeeld financiële zaken. Yeah. Dan worden mensen heel wantrouwig dat ze daarin genutst zouden worden. Yeah. Dus het heeft te maken met het kunnen snappen van ja, wat er genutst wordt. Omdat ik denk mensen een redelijk goed gevoel hebben wat een goede keuze is. Wanneer je gewoon gemanipuleerd wordt om meer Chipitos of wat waren Doritos te kopen. Of wanneer je genutst wordt om die appel. Ja, de beroemde appel. Ja. Het schijnt per land te verschillen, de nudge-bereidwilligheid van de Nederland. Ja, daar heeft die Mr. Sunstein een internationaal onderzoek naar gedaan. Die heeft gekeken welke landen nou meer of minder weerstand hebben tegen genudged worden als je weet dat je aan het genudged worden bent. Maar ik weet niet meer uit mijn hoofd hoe Nederland scoorde. Dus dat is een beetje jammer. Het heeft te maken met, zeg maar, waar de grote wantrouwen in de overheid is. Ja. Dus zeg Oost-Europa, is er meer wantrouwen Zuid-Europa. Italië scoorde heel hoog in niet genutst zullen worden. Dus het heeft te maken met vertrouwen in de overheid als degene die jou mag helpen om goede beslissingen te nemen. Ja, ja. Dus het hangt eigenlijk met het staatsbestel, zou je bijna kunnen zeggen, samen of of het werkt of niet? Nee, met het staatsbestel, met het vertrouwen in de overheid. Of vertrouwen je denkt dat de overheid het goede met jou voor heeft, of jou wil misbruiken voor haar eigen doeleinden. Ja, ja, ja. Nu hebben we het er echt. Het is een mooi onderwerp per land, maar een land bestaat natuurlijk uit heel veel mensen. En ik denk dat er in Nederland toch minstens een hele grote groep is die niks van de overheid wil weten, versus een andere hele grote groep die behoorlijk wat van de overheid wil weten. Dus per land zal dat toch ook nog wel heel erg verschillen? Daar maakt Doritos zich denk ik ook druk om. En die heeft toch een relatief gelijke campagne-strategie in verschillende landen. Dus je hebt helemaal gelijk dat je nooit van tevoren zeker weet of een bepaalde nudge of gedragsinterventie ergens werkt voor een specifieke doelgroep. Ja. Werkt voor militairen, werkt voor kinderen. Maar ja, als je de grootste gemene deler neemt, kun je er al behoorlijk wat geld mee verdienen, of zieltjes winnen, of appels mee verkopen. Ja, ja. We hebben nu in vrij algemene termen gehad over nudging, dus over gedragsbeïnvloeding. Is het een exacte wetenschap? Dat is misschien een beetje een rare vraag, maar weten we hoe we dat moeten doen? Of weten ze hoe ze dat moeten doen? Ik weet het niet precies hoe je dat moet zeggen. Stringtheorie en exacte wetenschap? Nou ja, stringtheorie gaat wat ver misschien. Maar nee, ik bedoel vooral, is het duidelijk hoe je zoiets, als je een bepaald gedrag wil teweegbrengen, hoe je dat moet doen? Of is daar nog enorme discussie over? Hoe zit dat in de gedragswetenschap op dit vlak? Ja, ik denk dat er wel redelijk veel verschillen nog in zijn. En er is laatst ook een grote meta-analyse uitgekomen voor heel veel verschillende nudging-onderzoeken. Wat ook wel aantoont toont dat er veel onderzoek gedaan wordt naar hele specifieke situaties, waarin ze dan één element bijvoorbeeld in de omgeving aanpassen en kijken wat dat met gedrag doet. Ja. Ook met verschillende afhankelijke variabelen, om het zo maar te zeggen. Dus inderdaad over gezondheid of over duurzaamheid of over energiebesparing. Maar dat eigenlijk nog vrij weinig weten over wat nou echt de onderliggende mechanismen zijn. En op het moment wanneer je weet wat de onderliggende mechanismen zijn, dan kan je ze ook breder inzetten. Maar daar moet eigenlijk nog wel veel onderzoek naar gedaan worden. En ook bijvoorbeeld wat de langetermijneffecten zijn. Want het zijn vaak dan toch experimenten die uitgevoerd worden. Soms wel langere termijn. Nou, ik denk dat jij daar wel meer over kunt vertellen. Maar op heel veel andere vlakken toch ook redelijk in het lab nog geconcentreerd zijn. En ik denk dat daar ook nog wel veel onderzoek naar gedaan kan worden. Ja. Ja, dat ik daar iets aan mag toevoegen. Er zitten nu, het is een mooi concept, denk ik, in beginsel. Ja. Maar tot nu toe is er vooral veel gepraat over nutjes, net zoals wij nu ook weer doen. En er zit best veel ruis op de lijn, omdat het zo populair is en gelijk voor- en tegenstanders is het al dan niet manipulatie. Ja. Sommige mensen gaan ermee aan de haal. Die vinden het zijn, als je even nutje intikt of even googelt, dan zie je dat er al allerlei bureautjes zijn, rijp en groen, die zich aanbieden om nutjes aan te bieden. Oh ja? Waardoor het een heel vervuild concept is. De definitie is, denk ik, nou, redelijk helder. Maar vervolgens kan iedereen zijn eigen fantasie erop loslaten. Ja. Waardoor het, we niet goed weten wat wel en niet werkt en wanneer het wel niet nog een nutje is. Deze wil ik. Oké, Eva. Het is zeker zo dat het een enorm populair begrip is. En dat heel veel mensen ermee aan het spelen en proberen zijn. Maar ik zou dat zeker niet willen afdoen als we zijn maar wat aan het klooien in de wetenschap in zijn algemeenheid. Ik denk dat er een heel duidelijke, hoe noem je zoiets, een body of knowledge is over hoe je zo'n experiment aanpakt. Wanneer je relatief zeker weet, zo zeker als we het kunnen gaan weten of iets werkt in een bepaalde context of niet. En dan moet je het gaan repliceren. Dan moet je kijken of het daar ook werkt en of het ook met die militairen werkt. Ja. Maar als ik daar iets op mag terugzeggen, de wetenschap uiteindelijk, het is heel leuk voor ons dat wij onderzoek kunnen doen. Ik verdien er ook mijn brood mee. Maar uiteindelijk is het de bedoeling natuurlijk niet dat wetenschappers gaan nutje, maar dat het een interessant beleidsinstrument is waar mensen wat mee kunnen. En die hebben geen tijd om de hele dag meta-analyses of andere wetenschappelijke artikelen tot zich te nemen. En ik denk dat ik vind ook dat er veel geprobeerd en gespeeld moet worden. Maar de harde basis, zeg maar, om het grootschalig te implementeren, die is er eerlijk gezegd nu nog niet. Ja, de basis, dat was mijn vraag. Is het een exacte wetenschap? Zeker. Die kant wilde ik op. Ja. Zeker. De basis, de manier van komen tot meer kennis, die is er zowel in de psychologie natuurlijk als in de economie. Ja. Er zijn heel duidelijke standaarden over wat je wel en niet als evidence accepteert. En daar bouwen ook die beleidsmakers op voort. Die meta-analyse waar je het over had, wat werd daarin bestudeerd? Nou, meta-analyse is zo'n literatuurstudie en een soort middeling over resultaten. Maar waar ging dat over? Ja, dus over nudging en het effect van nudging. Ja. En er werd dus inderdaad gekeken naar hoeveel verschillende, over een heel breed scala van domeinen. Dus inderdaad in de gezondheidswetenschap, marketing, psychologie, allerlei verschillende gebieden zijn al die verschillende onderzoeken eigenlijk bij elkaar genomen en gekeken wat dan het effect is. En wat we daar dus dan in zien is dat we nog heel weinig weten over of er ook nog, kijk, vaak wordt er dan wel gekeken naar oké, hier wordt een nudge toegepast versus niet toegepast. Wat is dan het effect van een nudge? En dat heeft vaak wel een positief effect, maar dat is dus heel specifiek een situatie gelimiteerd aan die situatie of aan de context. En dat er weinig kennis nog is over welke verschillende factoren kunnen daar dan mede van invloed zijn. Dus ja, heb je bijvoorbeeld over inderdaad cultuurverschillen of leeftijdsverschillen of verschillen binnen de aanbieding van producten. Ja. Dus dat daar nog vrij weinig kennis over is. Oké, maar het was niet zo dat daar in die studie de conclusie was: we snappen er eigenlijk helemaal niks van. Zover ging het ook niet. Die conclusie is het niet. Nee, er is inderdaad al wel heel veel kennis over vergaard. Gelukkig maar. Ja. Ja. Je ziet ook dat bedrijven hier heel hard mee bezig zijn om inderdaad, wel wat Denise zegt, ze gaan ermee aan de haal. Kijk op Booking.com of kijk op bol.com en zie hoeveel blauwe en rode pepernoten je naar je hoofd geslingerd krijgt. Ja, ze zijn aan het testen wat het beste werkt bij de doelgroep mensen met jackets, hoe heet je, vest aan. Bol.com, dat ken ik nog, maar dan houdt het even op. Booking.com ken je vast ook. Ja. Ja? Daar poppen allemaal van die pop-ups op die zeggen 23 mensen boekten dit al een kamer hier. Ja. Nou, bij jou doen ze 23 mensen deden dit al, omdat ze weten dat jij heel gevoelig bent voor sociale druk. Ja. Bij mij doen ze, omdat ik verschrikkelijk risico-avers ben, boek hem nu vast, want morgen is hij weg. Dus, dus je krijgt een ander verhaal voorgeschoteld eigenlijk. Exact. En ze proberen uit, op die manier, zoals wij experimenten doen als wetenschappers, proberen ze uit wat het beste werkt bij een specifieke doelgroep. En dat doen ze niet heel wetenschappelijk, maar daarmee vinden ze wel steeds verder een weg om jou in je hart te raken. Ja. En is dat, ik zou dat slimme marketing noemen, maar is dat dan, lijkt dat of toch op nudging of is dat niet hetzelfde? Het zijn hetzelfde soort principes. Ja. Zeg, je laat niet een sociale norm, maar je laat zien wat andere mensen doen. Andere mensen boekten ook een kamer waarin ze duurzame douchekoppen hadden. Als je dat laat zien, gaan mensen het eerder ook doen. Ja, oké. Ja. En dat is een nudge tactiek, maar welk label je erop plakt. Ja. Ik denk, het klopt, ik was misschien net iets te sceptisch, maar default, dat het al aangekruist is en dat je iets anders kan nemen als je dat echt wil. Of sociale druk, dat zijn beproefde technieken. Maar ik denk als we nudging voor beleid willen inzetten, en ik zie het wel als een instrument, een overheidsinstrument, lokaal of nationaal, die in beginsel toch, ook al zijn sommige groepen of mensen wantrouwig, vertrouwen we onze hoeder zijn en ervoor zorgen dat we ons op een nette manier gedragen, dat we meedoen, dat we belastingen betalen. Ja. Dat we misschien toch eens verder moeten nadenken of Kahneman en het exploiteren van onze denkfouten, zeg maar, of dat zo'n goede basis is. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft vorig jaar een heel mooi rapport geschreven over doenvermogen. Waarin ze zeggen wacht even. Over wat? Ik wil hem. Ja, doenvermogen? Doenvermogen. Waarmee ze bedoelen dat vaak wordt gedacht dat wij de hele dag goed en diep nadenken over dingen die ons te doen staan. En een voorbeeld is de schuldenaffaire. Als je iemand een keer vergeet zijn boete te betalen, krijg je daarna een opslag. En moet je nog meer betalen, waardoor, terwijl mensen kunnen het ook echt gewoon vergeten. Ja. En als je, omdat ze andere dingen aan hun hoofd hebben. En wanneer we te weinig denken aan het doenvermogen, wat niet gelijk verdeeld is over mensen in deze samenleving, dan komen de problemen. En ik denk dat nudgen, dat doenvermogen een heel mooie basis zou moeten zijn om mensen die niet van zichzelf in staat zijn om alle paparassen, de financiële perikelen, et cetera, en onze complexe maatschappij af te handelen, dat nudgen daar juist op gericht zou moeten zijn. Maar hoe zou ik me dat dan concreet moeten voorstellen in zo'n geval? Ik heb een stapel papier op tafel liggen en ik denk, belasting komt wel een keer. Het is nu weer in het nieuws met betrekking tot voorschool. Het is rondom de publicatie van het rapport in het nieuws geweest met betrekking tot boetes. Ja. We gaan er te veel van uit. Als mensen vergeten iets te betalen of er niet op tijd, dat ze dat willens en wetens doen. En dat ze dus nalatig zijn en dat ze straf verdienen. Of we gaan er vanuit, rondom de schuldenaffaire is er vanuit. Het schoolvoorbeeld is dat je soms uit 26 verschillende bronnen geldstromen krijgt. En we denken dat mensen dat allemaal goed op een rijtje kunnen zetten. Ja. Dus ik denk dat wanneer bepaalde informatie makkelijker toegankelijk wordt gemaakt of op een begrijpelijke manier gepresenteerd, dat je daarvoor een nutje in zet, dat een hele mooie weg zou zijn. Idem dito om het dan iets dichter bij huis te maken. Ik snap nog steeds niet, wat zou die nudge dan zijn? Hoe ga je dat dan zeggen tegen iemand? Of voor mij bel je aan of stuur je een bos bloemen, dat weet ik niet. Maar wat doe je dan? Wat zou een goede duw kunnen zijn? Nou, de duw is in dit geval niet dat je zeg maar een bijsluiter maakt, een 27 stukje informatie. Ja. Dit zijn al die bronnen, maar dat je simpeler informatie geeft. Waardoor is belangrijk. Het gemakkelijker te maken. Ja. Ja, ja. Je kan ook rondom gezond eten, wat dan een beetje schoolvoorbeeld is rondom nutje, maar ook duurzaamheid. Wanneer er allerlei complexe informatie over mensen heen gestort wordt. Dat er een klimaatverandering, wat dat is en dat zij zich daarna moeten gedragen. Dat zijn heel veel stappen. Ja. En wanneer je het iets eenvoudiger maakt, dat meer rekening houdt met wat mensen aan kunnen en wat ze kunnen verwerken, dat daar nutjes voor bedoeld zijn. Ja, ja. Ik heb een tijdje bij het ministerie van toen Economische Zaken gewerkt en daar een gedragsteam helpen opzetten om met dit soort thema's de gedragscomponent in aan te wijzen en te zeggen, kunnen we het makkelijker maken voor mensen, kunnen we het socialer maken? Is er een manier te verzinnen waarop we mensen zonder ze meteen boetes op te leggen inderdaad tot het juiste gedrag kunnen verleiden? Ja, ja. Ja, de hypernudge van, of de oernudge van Nederland wat dat betreft is natuurlijk de slogan van de Belastingdienst. Ja. En de Belastingdienst leuker kunnen we het niet maken, maar wel makkelijker. Overheidsinstituut met een gedragsteam. Ja. Ja. En ze hebben het leuker en makkelijker gemaakt. Ze plakten kleine, dat is uitgebreid in de pers geweest. Ze plakten kleine van die geeltjes op de envelop. Check. Die. Oh, wat mooi. Ja. Met, denk even aan mij. Ze maakt het persoonlijk en klein. Ja. En dit heeft echt mensen, vooral notoren laatkomers, ertoe verleid om 5 dagen eerder hun belasting in te vullen. Dat scheelt de Belastingdienst heel veel geld. Zonder dat het iemand pijn doet op een, een naargeestige manier. Wie heeft er wel eens zoiets in de bus gehad? Ik heb hem net gehad. Ik was namelijk te laat met mijn kinderopvangtoeslag aanvragen. Ja. En ik kreeg een sociale norm. 88% van mijn postcode. En daar zat een geeltje bij. Nee, er stond in de brief 88% van uw postcodegebied heeft hem wel al aangevraagd. Ja. Zo, ja, maar dat is erin. Even voor alle, dat is toch gewoon dreigen eigenlijk, of niet? Nou, het gaat om een bonus die ik krijg. Ja, okay. Ik vond dat wel verleidelijk eigenlijk. Ja, dat is waar. Ja. Het is geen straf. Nee. Nee. Ooit dat geeltje gehad? Het was een experiment, dus weinig mensen hebben het gehad. Ja. Maar hier spelen ze ook meteen in op je morele moraliteit. En dat is ook al bewezen dat dat inderdaad een belangrijk aspect is. Op het moment wanneer mensen bij een formulier eerst hun handtekening moeten zetten. Onder oké, u vult dit waarheidsgetrouw in. Ja. Dan vullen ze ook een aangifte voor een auto-ongeluk bijvoorbeeld veel... in plaats van omgekeerd. Ja, precies. In plaats van aan het einde van het formulier je handtekening te zetten. Ja, ja. Dus dat zijn ook allemaal hele makkelijke manieren eigenlijk om iets toegankelijk te maken. Dus inderdaad je morele besef en dat je daar dan naar gaat handelen. Dat is wel een hele grappige trouwens, inderdaad. Maar dat is hier dus precies hetzelfde. Ja, ja, ja. Dus gewoon bovenaan het schadeformulier, u tekent hier en dan gaan we het invullen. Precies. Dat werkt oprechter dan omgekeerd. Ja. Grappig. Wat gebeurt er op een schadeformulier? Wie heeft er hier net een aanrijding gehad? We hebben altijd fantastisch veel publiek. Hier wordt gewezen. Niemand? Suzanne. Oh, ja, wat? Ik werk bij een verzekeringsbank. We zijn nu bezig om dit te piloten als... dus moral licensing, dus om het omhoog te halen... Ja. Daar heb je hard voor moeten knokken. Dus zo, zo boven water staat het allemaal nog niet. Want zo vaak is het ook niet gerepliceerd. Dat wou ik nog even toevoegen. Maar ik heb helaas nog niet de resultaten. Anders had ik die graag met jullie gedeeld. Kom nog. Binnenkort. Oké, interessant. We hebben al een paar keer gezegd... er is eigenlijk maar één verschil tussen marketing en nudging. Of een belangrijk verschil is volgens mij dat het gewoon... afhangt van de partij waar het over gaat. In de ene geval, als het goede dingen zijn, dan heet het nudging. En als het misschien commerciële dingen zijn en minder goede dingen... of minder voor het algemeen welzijn, dan heet het opeens marketing. Ja, maar eigenlijk denk ik wel dat dat een onderscheid kan zijn. Ja. Van de andere kant ben ik er ook niet helemaal mee eens in de zin van... waar we het al eerder over gehad hebben, dat... dat ook het leven gewoon makkelijker gemaakt wordt door de omgeving in te richten op een bepaalde manier die bijvoorbeeld voor consumenten makkelijker is. Ja. En ja, daar ben je heel vaak niet bewust van. Dus bijvoorbeeld wanneer er een default optie, dus wanneer al iets aangeklikt staat, ja, dat maakt ook het leven gewoon een heel stuk makkelijker, want je hoeft niet voortdurend zelf die beslissingen te maken. Ja. Dus ja, het is ook... Dat is mooi. Hele mooie... Ja. Ja. Maar dat bedoel je ongeveer, toch? Al weet ik niet wat hier makkelijker en moeilijker is, eerlijk gezegd. Maar het gaat om het, ook om het makkelijker maken. Precies. Van. Ja. Ja. Maar... Nou ga ik toch even naar de economische kant kijken. Als ik in de supermarkt ben en er ligt plofkip en er ligt dure kip. En daar staat bij de dure kip hartstikke duurzaam en bij de plofkip staat niks. Of daar staat hartstikke onduurzaam. Dan blijft die prijs wel een enorme factor toch in deze vergelijking. Dat heb je niet als je misschien over eerlijk invullen van formulieren hebt. Maar laten we even dan naar dat soort situaties kijken. Ja, hier kan de econoom alleen maar ja op zeggen. Ja, maar ja. Hoe belangrijk is dan dat andere deel eigenlijk, afgezien van die prijs? Je zei er straks al, ja, dat is te belangrijk. Maar is er een gevoel te geven voor hoe bepalend de prijs eigenlijk is voor wat mensen doen? Als je probeert om door je oogharen naar inderdaad metastudies en wat we zo al weten over gedrag in supermarkten te kijken, dan blijft prijs daar als allerzwaarste component uitkomen. Ja. Maar mensen kijken wel degelijk ook echt naar dingen als gezondheid, hoe lekker ze iets vinden, hoe makkelijk het is. En duurzaamheid zit ook nog ergens onderaan in het rijtje. Die dingen kun je wel meer naar de voorgrond trekken door ze ook echt vergelijkbaar te maken. Dus denk aan het sterrenvlees, dus het beter leven vlees met 0, 1, 2 of 3 sterretjes. Ja. Daarmee zie je opeens, doordat je een soort tussencategorie introduceert, dat er niet ontzettend veel mensen die biologisch kochten, dus die van de 3 sterren naar de 2 switchen, omdat het goedkoper is. Terwijl er wel een groep mensen is die van 0 naar 1 of 2 omhoog switcht. Want net wat beter. Exact. Dan dus... maar die 20 cent erbij. Ja, en ja, op die manier, dat komt dus echt doordat je het een meetbaar en tussencategorie en vergelijkbaar maakt. Daarmee kun je mensen dus best vergelijken op andere dimensies dan alleen prijs. Ja, ja. En hoe dat sterrensysteem, dat is een sterretje meer of minder op een verpakking. Ja. Op een of andere manier werkt dat dus wel al. Je hoeft niet een apart schap te bouwen bijvoorbeeld. Aparte schappen, daar wordt heel veel geld voor betaald. Zeg de kopschappen als je een supermarkt binnenkomt. Die zijn veel duurder voor een producent om spullen in te leggen. Want ja, die worden meer verkocht. Dus een schapbouw is altijd een goed idee. Ja, als je dure kippen wil verkopen. Ja. Maar ja, dat kost je ook een hoop geld dan. Ja. Ja, dan wordt de kip nog duurder. Of je winst wat lager. Ja, ja precies. Ja, jij weet meer van economie dan ik, weet ik vrij zeker. Dit zijn supermarkten. Maar ik denk, dit is wel een belangrijk punt. Niet alles is te nutje. Als het prijsverschil groot is en het voor sommige consumenten niet betaalbaar is om die duurzame kip te nemen, dan zijn er andere maatregelen zoals het verbieden of op andere manier ontmoedigen van... Belasting? Belasting of gewoon zorgen dat dat soort producten niet meer in de winkel komen. Dus we moeten niet dit zien als een oplossing voor alles. Wanneer we iets echt onaanvaardbaar vinden, op het moment dat we roetvrije auto's in de binnenstad, dan hoeven we dat niet goed vinden. Dan hoeven we dat niet te nutchen. Dan zeggen we gewoon, ze komen er niet meer in. Ja. Dus er zijn maar binnen de grens, zeg maar, waar we een zekere vrijheid laten, maar we hebben wel goede keuzes willen stimuleren. Moet je gaan nutchen, maar niet wanneer de vergelijking niet realistisch is voor een aantal bepaalde consumenten, dan moet je dat niet doen. Ja. Dit is een superbelangrijk punt, denk ik. En een punt wat binnen de beleidswereld ook lang niet altijd als zo duidelijk wordt ervaren. Want ja, dat merkten wij ook als gedragsteam bij economische zaken. Dat we soms de moeilijkste, de meest wicked, met het stomme woord, probleem. De meest complexe dingen kregen we op ons bord. Van ja, ga dan maar even kijken of je wat kan nudgen of zo. Ja. Terwijl ja, soms zijn de financiële prikkels zo, zeggen energiegebruik door grote bedrijven in Nederland. Ja, daar zit geen belasting op. Wat denk je dat ze gaan doen? Daar kun je aan ik zou ze een geeltje sturen en zeggen, dat moet je niet meer doen, joh. Hebben we geprobeerd met man en macht. Het hielp niet. Jawel, het hielp wel. Nee, het hielp wel. We hebben wel iets nuttigs gedaan. Okay. Maar het voelde oneerlijk om dat type dossiers niet politiek uit te vechten, maar aan die technische gedragsstudies te geven. Terwijl ja, moeten we daar onze eer op halen? Dat wordt wel heel hard vechten. Dus je moet ook een domein goed kiezen, zou ik zeggen. Ja, exact. Oké, vragen? Hier? Nee, even, wacht even op de microfoon. Zijn er nog meer vragen? Altijd de verste natuurlijk. Ja. Ja. De avond gaat nu erg vanuit, voor mijn gevoel, vanuit de producent. Iemand die iets aan te bieden heeft. Ik ben zo benieuwd naar wat we weten van de ontvanger. Welke groepen wel bevindelijk zijn voor deze verleidingen. Welke mensen niet. Weten we daar iets meer van? Ja. In de aanloop naar deze avond had ik de indruk dat we iets meer ook naar de neuropsychologische kant zouden kijken. Ben ik helemaal geen vertegenwoordiger van, maar daarom was ik wel je was er wel nieuwsgierig van. Ja. Want het gaat, zoals gezegd is, gewoon over verleiding. Ja. Ja. In de tijd dat ik studeerde was dat gewoon marketing. Okay. Nu heet het nudge en praten we de hele avond al over nudge. Hoe zit het met de ontvangende kant? Zullen we met de psycholoog beginnen? Een psycholoog, oké. Sorry. Je bedoelt niet wat ze van vinden, maar wanneer en hoe het werkt? Sorry? Wie is er gevoelig voor? Wat ik bedoel, mag ik het heel scherp stellen. We hebben het net ook heel even gehad over #MeToo. Wie is de verleider? Er zijn hele goede verleiders en er zijn mensen die er minder handig in zijn. Maar er zijn ook slachtoffers die meer of minder gevoelig zijn. Wat weten we van de gevoeligheid van de individuen? Ja. En kun je daar eventueel iets uit leren of over onderwijzen? Ik vind het een interessante parallel. Ook wel een beetje... Ja, ik wilde MeToo heel even buiten laten. We doen deze avond geen MeToo, maar het punt is duidelijk. Is er verschil in gevoeligheid tussen verschillende mensen? Het is een beetje onontgonnen terrein. We zijn nu heel geïnteresseerd in effecten. En eigenlijk niet zozeer, de nudges zijn dan wel gebaseerd op de psychologische principes van Kahneman, de feilen in het denken. Maar als je kijkt naar, even refererend aan dat doenvermogen over, waar ik het over had, zouden nudges, en daar doen wij nu op dit moment onderzoek naar, alleen mogen werken als mensen zeg maar iets graag willen, maar er niet in slagen. Omdat ze te veel aan hun hoofd hebben, omdat ze stress hebben, omdat ze vermoeid zijn. Dus nudges zouden moeten aansluiten bij wat mensen wel willen doen, maar vaak niet doen. En... de slachtoffers, zeg maar, je spreekt van slachtoffers, die zouden met name gevoelig moeten zijn. Wanneer iemand totaal een echte fruithater is, dan moet die appel, we komen er weer bij de appel, dan zou de appelnudge niet moeten werken. Ja. Idem dito aan de andere kant van het spectrum, wanneer iemand al heel erg gezond leeft, dan heeft de nudge geen toegevoegd effect. Maar voor die grote groep mensen, zeg maar, die in het midden zit, wel de auto wil laten staan, maar toch niet de trein neemt als het regent. Of die wel gezond zou willen eten. Of meer bewegen, zag ik ook nog. Of wat dan ook. Ja. Ik zat nog met de roltrap. Oké. Ja, jullie zien meer dan wij. Oké. Dat zou het moeten zijn. We gaan even naar Eva van den Broek. Ik durf hem misschien wel naar MeToo om te praten, deze vraag. Oh jee. Ik weet niet of het gaat. Het is wel bekend dat mensen die ergens gebrek aan hebben, zeg aan geld of aan tijd, of zelfs... waarschijnlijk zelfs ook mensen die het heel erg warm hebben, dat die minder rationele keuzes maken. Dus dat de ruimte waarin zij afwijken van dat wat rationeel in hun eigen belang zou zijn, dat die in feite groter is. En het is dus, dit klinkt een beetje theoretisch, maar het is gewoon zo dat arme mensen gemakkelijker bezwijken voor bijvoorbeeld reclame of een onhandige uitgave of niet sparen of dat soort dingen. En het is wel degelijk zo dat die mensen inderdaad ook sneller daardoor verleid zullen worden om iets anders te doen dan ze anders zouden doen. Zeg door een beleidsmaker met de juiste intentie. Maar, precies, want dan zou nudging, dus iemand de goede kant op geleiden of verleiden, zou ook op een gevoeliger publiek kunnen rekenen. Je kan het vergelijken met het verschil tussen individuen. We zijn allemaal in de supermarkt ongeveer hetzelfde. Het is altijd heel druk en warm en we hebben niet zoveel geld. In vergelijking tot zeg een bedrijf dat heel goed nadenkt over waar die zijn risico's neemt en waar niet. Dat is een veel beredeneerdere keuze. Ja, wie is er het meest gevoelig voor nudges en voor marketingtechnieken? Die arme, eenzame, warme burger. Wij? Ja. Dus er zijn doelen. En het is misschien het begin van een antwoord. Ik heb nou niet waargemaakt, maar ja. Daar helemaal achterin was nog een vraag. Ja, waar ik wel geïnteresseerd in ben is... Want ik ga ervan uit dat als je wil nudgen, dat je dat effectiever kan doen als je meer informatie hebt over een bepaalde doelgroep die je wil beïnvloeden. En dan maak ik een beetje de link naar big data, want dat wordt nu als een manier gebruikt om te weten, zeg maar, meer informatie te hebben over een bepaalde doelgroep die je mogelijk wil beïnvloeden of nudgen of manipuleren, hoe we het ook noemen. Hoe kijken jullie aan tegen de, als we het dan hebben over iets doen in maatschappelijk belang, tussen de grens van informatie verzamelen om te kunnen nudgen en privacy? Ik weet niet of de vraag zo duidelijk is, maar... Ja. Hoe meer je weet, hoe beter je iemand kunt manipuleren. Zullen we dat woord ook nog maar eens gebruiken vanavond? Ja. Op dit moment is de overheid daar, ik denk, 800 keer voorzichtiger in dan bedrijven. Dus de overheid, denk aan de schuldenproblematiek, mag niet eens weten in een bepaalde gemeente welke schuldenaren kwijtgescholden kunnen worden, omdat ze geen geld hebben van bepaalde gemeentebelastingen. Ze komen daarvoor in aanmerking, maar omdat... die data bij een andere overheidspartij ligt, mag de gemeente dat niet weten. Ja. Terwijl bol.com weet verdomd goed of iemand schulden heeft of juist net zijn maandsalaris heeft gekregen. Ja. Dus ik denk dat we daar... Het is een hele terechte vraag. Maar ik denk dat het grote maatschappelijke issue dat hier speelt ligt tussen bedrijven en consumenten en niet zozeer tussen overheid en consumenten op dit moment in Nederland. Je zegt wel heel nadrukkelijk op dit moment, alsof het morgen veranderd kan. Verwacht je zoiets? Ik denk wel dat er... ik denk dat er ontzettend veel te winnen valt met het meer delen van data over burgers. Dus niet over de consument, maar over de burger. En ik zie daar zelf wel het nut van in tot een bepaalde grens. En die grens is natuurlijk heel moeilijk. Ja, maar daar moet niet in staan. Eva van den Broek koopt elke week die kip en dat boek en... Ja, daar zou Eva van den Broek heel graag over willen beslissen welke partij die kennis over mij heeft. Maar dat raakt dus aan de vraag over privacy dan. Exact. En ik denk dat de overheid juist in die privacy-discussie heel sterk moet sturen nu. Ja. Maar vooral tegen bedrijven en niet zozeer tegen zichzelf. Ja. Van de andere kant denk ik dat er ook wel veel potentie zit juist in die big data. Want grote bedrijven zoals Booking.com... die veel experimenteert met AB-testen. Dus waarin ze een groep consumenten of zeg een dag lang een bepaalde tactiek, om het zo maar te zeggen, gebruikt en de andere dag een andere tactiek. En die twee condities met elkaar kan vergelijken. Dat zijn wel ook echt de uitgelezen kansen om te kijken van wat er nou werkt en wat er niet werkt en wat de lange termijn effecten zijn. Omdat ze gigantische hoeveelheid data hebben en dus heel veel proefpersonen hebben, waarop veel meer power dus eigenlijk, of veel meer kracht achter die analyse zit. Ja. Waar we veel meer kunnen weten. En ik denk dat dat wel een heel mooi instrument ook is om meer in te zetten. Om meer duidelijkheid te krijgen over wat nou effectief is en wat niet. Ja. En dus ook over die verschillende bevolkingsgroepen. Want ze weten dus inderdaad heel erg veel over leeftijd of over regio waar mensen wonen. Nou, al dat soort factoren die van invloed zijn. Maar grappig genoeg weten ze soms ook heel veel dingen niet. Ja, klopt. Stel ik bijvoorbeeld vast, ik heb onlangs een fiets gekocht. Die was ik natuurlijk naar aan het zoeken online. En die fiets heb ik gekocht bij een winkel die heet Piep. En vervolgens krijg ik tot de dag van vandaag, dat is ongeveer 5 weken later, nog elke dag bij alle pagina's die ik opsla, reclame van Piep. Dus ze hebben op een of andere manier toch niet onthouden dat ik die fiets al lang gekocht heb. Dat vind ik eigenlijk geruststellend. Ik weet niet hoe jullie dat zien, maar... Dus ze weten niet alles. Ik denk dat dat een tijdelijke situatie is. Ze hebben nog wat te leren, dat bedoel je eigenlijk. Nog één vraag en dan gaan we even naar Mart. Want Mart ging nog iemand in een experiment betrekken. Geen vraag? Ja, nog één? Oeh. Ja. Far and away. Ja, het is nu al een paar keer gegaan over langetermijnseffecten van nudging. En ik vraag me af of er juist op dat gebied wellicht een verschil is tussen marketing en de meer publieke doelen. In zoverre dat ik eens in de zoveel tijd een hotel wil boeken. Maar als je het dan hebt over andere dingen of meer publieke einden, zoals bijvoorbeeld die stoplichten die aftellen naar 0, zodat je niet direct al door rood fietst. Ik kom iedere dag heel veel stoplichten tegen. En in hoeverre werkt zo'n nudging nog als je 5 keer per dag die beslissing moet nemen en op een gegeven moment ook wel dat telletje gezien hebt? Oké. Ik wil er wat over zeggen. Ja, hoe duurzaam is het? Ik denk als het al te grappig is, zoals de beroemde pianostairs die iedereen wel eens op... misschien veel mensen op internet gezien hebben, waarin een roltrap naast de gewone trap bij de metro-uitgang was. En de gewone trap wordt dan precies. Ja. Er komt, als je erop loopt, komt er... Nou, muziek zou ik het niet willen noemen, maar er komt geluid uit. Maar ik denk dat dit geen lang leven beschoren is, omdat het te grappig is. Als het zeg maar meer vanzelfsprekende nutjes gaat, dan denk ik dat het wel degelijk een lange termijn effect kan hebben. En zelfs je idee van wat je wel en niet kunt veranderen. Er zijn een paar studies en een ervan is zeg maar het naar de zit-sta-bureaus. Heel veel bedrijven kopen die, maar standaard zit dus op zitniveau. En het is net een brug te ver zeg maar, om hem op sta-niveau te zetten. En wanneer ze standaard op sta-niveau gezet worden, 's ochtends door de conciërge, daar gaan veel mensen er gebruik van maken. En dat blijft aanhouden zelfs. En dat mensen zeg maar, uiteindelijk ook meer zelf hem op sta-niveau zetten. Dus dat vond ik een mooi voorbeeld waardoor iets wat iedereen wel wil, maar je bent net een beetje te lui om hem zelf omhoog te hijsen. En dat is dan weer dat faciliteren van de goede keus. Ja. Sluit het aan bij de vraag eigenlijk? Ja, het ging over lange termijn, hè? Ja, sommige gevallen wel. Ja. Oké, we praten zo nog even verder met het panel, maar ik wilde toch even Mart Vogel opnieuw introduceren van NEMO, dames en heren. En hij neemt u mee in een experiment. Goedenavond, ik ben Mart van NEMO en ik wil vanavond een proefje lichaamsmanipulatie doen met jullie. Nou, jullie hebben allemaal wel eens gedroomd dat je het lichaam van iemand anders kan besturen. Nou, je partner misschien, of je vrienden, of je baas. Nou, dat kan nu. En dat gaan we vanavond doen. En daar wil ik onze eerste vrijwilliger voor uitnodigen. Mag ik een hartelijk applaus? Welkom. Hou jij een beetje van manipuleren? Zeker. Nou, dat is heel mooi. Dat gaan we vanavond doen. Nou, wat we gaan doen is, je mag even je arm hierop leggen. We gaan het spiersignaal uit je arm gaan we afluisteren. Dat gaan we vergroten en dat gaan we in zijn arm injecteren. En dan gaan we kijken als jij je arm beweegt of we zijn arm zo ver kunnen bewegen zonder dat hij dat wil. Om zijn arm ook te bewegen. Nou, hoe gaan we dat doen? We plakken zo 3 elektrodes op je arm. En in jouw hoofd zitten ongeveer 100 miljard neuronen. En die sturen elkaar constant signalen en boodschapjes. En ook als je je spieren wil bewegen, dan gaat dat signaal uit je hersenen via de zenuwbanen in je ruggengraat, via de zenuwbanen in je armen naar je spieren. En als je spieren samenspannen, dan is er ook een elektrisch signaal te meten. En dat is wat we gaan meten. En daar gebruiken we dit apparaatje voor. Even kijken of ik dat kan. Even helpen. Zeker. Zo, mag je je arm zo neerleggen? Krijg je 1 elektrode hier. Jij krijgt geen schok, dus maak je geen zorgen. En eentje op de achterkant van je hand ook. Ben je zenuwachtig? Zeker niet. Oké, mooi. Dan ga ik je nu bevestigen aan dit apparaatje. En gaan we het ook echt op afstand doen dan? Op afstand? Nee, hij gaat wel zo hier komen. Nee. Zo, deze rode gaan op je arm hier aan. En deze op de andere kant. Nou, als het goed is, als je de arm nu zo legt, en je maakt een vuist omhoog, zo. Perfect. Wacht maar even nog. Oké, wat we nu kunnen zien, als het goed is. Eerst aanspannen. Nou, op het scherm zien we nu, achter je, jouw spiersignaal, als je een vuist maakt. Perfect. En dan kunnen we ook, als het goed is, nog eens. Nou, en dat is hoe één zo'n signaaltje eruit ziet. Dat is één spieractivatie. En we kunnen er zelfs naar luisteren. Naar jouw spieren. Dat klinkt ongeveer zo als je het nog een keer doet. Nou, dit zijn jouw spieren dus. Vet. Ja, zeker. Nou, dit is allemaal leuk en aardig. Maar we gaan het nu één tandje spannender maken. En daarvoor heb ik de tweede vrijwilliger nodig. Mag ik een applaus? Die mag echt applaus krijgen. Nou, ik zou zeggen, geef elkaar een hand. Hallo. Ben jij er klaar voor om je vrije wil op te geven? Ja. Nou, dat is perfect. Dan gaan we klonen. Nou, op jouw arm ga ik ook twee elektrodes plakken. Links of rechts? Kom maar hier staan. Dan leg je de rechterhand maar op de... Zo. En die ga ik plakken op je ulnar zenuw. Dat is de zenuw die begint bij je telefoonbotje. En die loopt helemaal naar je hand toe. En waarom deze zenuw zo handig is daarvoor, is omdat hij vlak onder het huidoppervlakte ligt. En daarom kunnen we hem heel goed stimuleren met kleine stroomschokjes. Dus strik niet zo. Zo even het geluid uitzetten. Voordat jij alleen maar geluid loopt te maken hier. Oké, dan ga ik even je zenuw zoeken. Ik denk dat hij... Zo zou het goed moeten zijn. En dan ga ik jou ook aansluiten aan dit apparaatje. Je mag je elleboog op tafel leggen. Ja, perfect. Oké, wat we zo gaan doen. Ben jij er klaar voor? Zeker. Ben jij er klaar voor? Helemaal. We gaan zo aftellen van 3 tot 0. En als ik ja zeg, mag jij een vuist maken. En dan gaan we kijken of we jouw arm kunnen laten bewegen. Oké, 3, 2, 1, go. Voelt hij wat al? Ja. Oh. Oké. Gaan we hem iets bijstellen. Blijkbaar is meneer vrij ongevoelig voor schokjes. Oh. Het lijkt op schrikdraad overigens. Dat klopt ongeveer. 3, 2, 1. Nou, we hebben wel een beetje beweging. Een beetje, ik voel veel meer hoor. Dan... Nog een beetje omhoog dan. Ja, ja, ja. Ga ik deze even een beetje bijstellen. Even kijken of we iets... Mag nog 1 keer. En 3, 2, 1, go. Nou... Hoe voelt dat nou voor jou, om iemand anders zijn lichaam aan te sturen? Ja, machtig. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Lekker. Nu voelt het voor jou? Niet zo prettig. Nee, dat kan ik me ook voorstellen. Maar nu een belangrijke vraag. Wat gaat er gebeuren als ik zijn hand omhoog doe? Heeft iemand een idee daarover? Als ik zijn hand omhoog doe in plaats van hij zelf? Nee, precies. En waarom niet? Dat komt omdat... hij zijn spier zelf moet activeren voordat er een elektrisch signaal ontstaat. Nou, waarvoor is dit zinvol, dit soort apparaten? Nou, bijvoorbeeld voor mensen die... Zet hem even uit hoor, voordat jij ideeën krijgt. Dankjewel. Waarom is het zinvol? Bijvoorbeeld voor mensen die zenuwschade hebben opgelopen, waarbij het signaal uit hun hersenen niet meer door hun zenuwbanen wordt doorgegeven. Die mensen kunnen dit soort elektrostimulatie gebruiken om bijvoorbeeld weer te leren lopen, zodat hun benen ook weer zo op die manier bewegen. Of bij mensen met een bionische arm. Daarbij kunnen ze de borstspieren afluisteren om zo een robotarm bijvoorbeeld te besturen. Nou, ik wil een hartelijk applaus voor deze deelnemers. En jullie mogen de uitnodiging weer afdoen. Dankjewel, Mart. Jullie koppelen elkaar even los en dan wel thuis en veel plezier ermee verder. Met die plakkertjes bedoel ik natuurlijk. Wij praten nog even kijken hoe laat is het? 15:15? Ja, dat moet lukken. Even naar de praktijk. We hadden het al over de goede dingen die we graag door veel mensen gedaan willen hebben. Ik keek de afgelopen weken... of eigenlijk maanden, of eigenlijk jaren, moet ik zeggen, toch naar een paar dossiers die op dat terrein misschien wel interessant zijn om even wat specifieker naar te kijken. Het gaat over vaccinatie, een omstreden onderwerp waarbij een groep mensen zegt ik doe niet mee om allerlei redenen en een andere groep zegt dat zou je wel moeten doen. Dat is één. En de andere is misschien... Orgaandonatie is ook een kwestie waar, je kunt vragen aan mensen, mag ik je nieren, maar je kunt het ook op een andere manier doen. Dat vaccinatiedossier vind ik eigenlijk het interessantst, ook gezien de tijd. Waarbij ik ook alvast even aankondig dat het volgende Kenniscafé in november, de 12e, was het niet, Brand? Ja, de 12e, helemaal over vaccineren gaat, maar dan gaat het dus niet over bakfietsmoeders met een bloemenwinkel, maar dan gaat het over vaccins... of ze werken en waarom niet en of het beter kan en zo. Dus meer de techniek. Maar dat geheel terzijde, dat is pas in november. Nu even de discussies over hoe je mensen wel aan het besluit helpt, laat ik het maar even zo zeggen, om zich te laten vaccineren of hun kinderen. Is dat een domein waar nudging een rol kan spelen? Ik begin maar even aan die kant weer. Een leuk thema. Ja, toch? Ik denk, ik noemde net dat het belangrijk was, sommige dingen zijn te belangrijk om aan nudging over te laten. Ja. Maar ik denk dat vaccinatie dat niet is. Je ziet de afgelopen maanden dat iedereen toch al gauw in de hik schiet van we moeten vaccinatie verplichten of we moeten mensen, kinderen die niet gevaccineerd zijn krijgen een boete of mogen niet meer naar het kinderdagverblijf. Ja. En ik begrijp die neiging heel goed, want het is inderdaad heel gevaarlijk wanneer die vaccinatiegraad te ver daalt. Maar wanneer mensen daar zo... sterke gevoelens over hebben, gaat dat enorme problemen opleveren. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om mensen te nudgen, zodat ze in beginsel wel een andere optie, overblijft. Maar wanneer er toch te duidelijk gemaakt wordt wat de gewenste keuze is. Ja. Dus ik denk dat op dit moment in het vaccinatiedebat nutje het hoogst haalbare is. Ik moet zeggen, vaccinatie is lastig omdat zeg maar daar ook nog doorheen speelt het hele wantrouwen in de wetenschap. Ik wil niet al te harde uitspraken erover doen, maar ik denk de meeste wetenschappelijk georiënteerde mensen denken wel dat, of zijn wel sterk van mening dat vaccinatie niet schadelijk is en heel goed helpt. Maar op het moment dat een grote groep vatbaar is voor tegeninformatie en wantrouwig is, dan kun je niet anders dan... dat proberen te nutchen. En je kan er niet dwars overheen gaan omdat dat te veel onrust zaait. Dat zou eigenlijk averechts werken zelf. Ja. Ja. Even naar Eva dan. Kunnen we zo'n nudge bedenken als het om de weerstand tegen vaccineren gaat? Ik denk dat Als ik zo'n type probleem zou willen aanpakken, dan zou ik beginnen met kijken naar de specifieke doelgroep waarin de vaccinatiegraad het hardst omlaag gaat. Ja. Of die waarin je het grootste effect kunt hebben, dus waar die nu al het laagst is. Ja, die valt in twee groepen uiteen, denk ik. Die waar die omlaag gaat, zijn die bakfietsmoeders. Ja. Voor zover ik dat vaders van het dossier weet. Ja. Vaders ook. Vaders ook, ja. Ja. De andere groep zit denk ik voor een groot deel in de Bijbelbelt. En ik denk dat je voor beide groepen heel verschillende mechanismes moet inzetten als je hen vrijwillig wil sturen. Ja, ja. Ze moeten eigenlijk twee nutjes bedenken. Ja, en ik denk, in aanvulling op Denise, ik denk dat dit een thema is waarop nutje verdedigbaar is, omdat het zo'n enorm publiek goed is. Ja. Omdat het voor het individu helemaal niet zo heel erg rationeel is om je te laten inenten. Want ja, moeilijk bij een toestand. Maar ja, voor de groep, je beschermt de mensen die zich niet kunnen laten inenten. Dus ik denk dat juist bij dat soort publieke goederen het een heel goede omgeving is voor de overheid om haar kracht in te zetten op nudging. Ja, maar waar ik dus eigenlijk naar op zoek ben, is naar een suggestie hoe je dat zou moeten doen. Gaan we weer een geel... In die Bijbelbelt heb ik een ontzettend goed idee. Daar vermoed ik dat, ik weet echt heel weinig van dit dossier, maar dat een heel groot deel komt niet alleen door geloof, maar ook door sociale druk. Dus dat het not done is om te laten vaccineren. Ja. Dus ik zou daar een klein wit loodgietersbusje op afsturen. En kijken of als je met mensen in gesprek gaat, met een wetenschapper of een arts daarnaast, of je dan mensen thuis met de gordijnen dicht wel kunt overhalen. Ja, ja. En ik denk dat dit in plaats van dat je op het oma-rijwiel naar het gezondheidscentrum moet om daar in de rij te gaan staan. In de rij te gaan staan voor alle andere mensen. Ja, ja. Dus door het kleiner te maken zou het effectiever kunnen zijn. Oké, en dat is, zou je nog als een nudging willen omschrijven. Manipuleren is het niet, maar vriendelijk, makkelijk maken. Ja, ik denk dat hij juist heel ouderwets is. Kindergeneeskunde heeft al een... dat is ook zeg maar de nutjes waarin je mensen manipuleert. Dat is één type. Maar je hebt ook een type waar je vraagt mensen te heroverwegen, terug te komen op een, wat dan heet, impulsief besluit. Ik weet niet of het in dit geval zo impulsief is. Maar waar wijkverpleegkundigen gewoon rechtstreeks mensen aanspreken om nog een keer te heroverwegen of ze dit echt willen. Ja. Dat is ook een nudge. Ja. Of ze terug willen komen op hun eerdere besluit. Ja. En dat is door het kleiner te maken eigenlijk. Door niet publiek te maken. Door het sociale ervan af te halen, ja. Door oké, dat is hoe je het moet doen. Of simpelweg door het vanzelfsprekende, als je in een bepaalde groep zit waar iedereen tegen vaccineren is, ga je gauw... kan je voorstellen dat je daarin meegaat, maar waarin je vraagt om het te heroverwegen. Ook met het oog niet alleen op je eigen gezondheid, je eigen, maar de bevolkings publieke gezondheid. Daar zou je als je daar een beroep op doet, dan geef je mensen een nieuwe kans, zeg maar. Ja, dat is ook wel grappig, want dit soort type problemen die heel complex zijn, dat heet dan het Dunning-Kruger-effect. Waarbij mensen... Ja, Dunning-Kruger-effect, dat zijn twee wetenschappers die dit effect hebben... Ad Dunning, de oude Ad Dunning? Nee, David Dunning. Oh, zo'n ander. Ja, zijn broer Cornell, misschien wel. Cornell University. Ja. Maar zij hebben dus dit effect ook heel uitgebreid onderzocht. Dat hoe complexer het probleem is, dus bijvoorbeeld ook over duurzaamheid, maar ook over vaccinatie. Hoe stelliger, hoe minder mensen er eigenlijk van weten. En op het moment dat mensen er weinig van weten, dat hoe stelliger ze erover zijn of het wel dan niet zou moeten gebeuren. En ik denk dat dit soort nutjes daar dan ook heel effectief in zijn, omdat ze juist... Ja, informatie krijgen van een deskundige, waardoor ze ook de complexiteit daarvan beter kunnen inschatten. Ja. En het dan ook makkelijker kunnen overdragen aan een deskundige om te zeggen, oké, dit is echt wel beter voor de gemeenschap. Er gebeurt nu iets wat jij nog niet ziet, maar ik wel en ik begrijp het niet. Kijk. Dus misschien kun je me helpen om dit wel te begrijpen. Sluit dit aan bij jouw verhaal? Ja, precies. Oké, leg even uit wat ik hier zie dan. Nou ja, dus als je geen kennis hebt over het domein, dus in dit geval vaccinaties, dan ben je dus heel erg hoog in je vertrouwen, dus in je confidence, dat je veel kennis hebt. En zo verkondig je dat ook naar de buitenwereld. Ja. Terwijl, en op het moment dat je expert bent, dan heb je natuurlijk ook hoger vertrouwen. Maar dat is dus natuurlijk het gevaar. Want op het moment dat jij denkt dat je heel veel vertrouwen hebt, word je ook niet makkelijk meer overtuigd dat het anders zou zijn. Ja, ja, ja. Dus we moeten mensen bewegen in die richting van een minder experience, waardoor ze dus meer vatbaar worden ook om door een ander overtuigd te worden die wel veel expertise heeft. En het instrument daarbij zou gedragsbeïnvloeding... Ja, bijvoorbeeld op manieren die even Denise net beschreven, ja. Ja, 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 ja. Dat was de Bijbelbelt trouwens. Waarom is die makkelijker dan de bakfietsbelt? Die bakfietsbelt. Dat is een nieuw woord, hè? Dat kunnen we even vaststellen. Ja. Zo de Utrecht-Amsterdammers. Ja. Nee, maar is die anders? Ja, dat is voor zover ik weet een totaal andere doelgroep. Omdat dat mensen zijn die zich in hebben gelezen in het domein op wetenschappelijk of achterhaald wetenschappelijk gebied en papers. Ja. En zich daar dus heel erg met overtuiging een mening over hebben gevormd. In plaats van dat doen wat hen aangeboren is bijna door ouders en omstandigheden. Ja. En dus dat vereist ook een ander soort beïnvloeding. Ja, en ik denk dat dat is hetzelfde probleem als het fake news probleem. Dat is een hele lastige, want zij komen wel degelijk inderdaad met papers waarin die al lang weerlegd zijn, maar die wel ooit geschreven en gepubliceerd zijn. Waar ze feiten uithalen. Oh, wauw. Ja. Ja. Dit is niet persoonlijk bedoeld verder. Zeg ik er maar even bij. Maar die groep zou ik veel lastiger vinden om daar nu een nudge voor uit de mouw te schudden. Anders dan overtuigende wetenschappers op het podium zetten. Ja. Ja. En kom je dan toch niet uit bij de harde maatregelen als je mag niet op het kinderdagverblijf zonder prik, dat soort kwesties? Ja, er zijn ook in ontwikkelingslanden zijn er heel veel methodes al uitgeprobeerd van hoe overtuig je nou mensen om een vaccin te komen halen. En één daarvan, die door Esther Duflo is geprobeerd, een hele slimme Franse dame, is ook best omstreden. Zij gaf een zakje linzen mee aan iedereen die een prik kwam halen. Ja, is dat omkopen? Het is wel voor ieders bestwil, mag dat? Het werkte echt als een trein. Dus misschien moeten we geld uitdelen. Geld geven? Ja, zakjes linzen, prima. Zakjes linzen. Misschien quinoa. Quinoa, zakjes quinoa. Ja. Ja. Maar ik vind het toch creatief. Ja, ja, maar dit is zo... Misschien is het ook handig als je... Ja, wacht even. Even opnieuw. Sorry. Het is maar één zin. Ja, nee, ja? Ik zeg, het zou toch handig zijn als je inderdaad duidelijker bent in bijvoorbeeld het aantal doden wat het gevolg is waarvan. Ja. Als we daar niet inderdaad, als het ware, even heel helder in zijn en met cijfers komen. Ja. Want als je nou naar Afrika gaat, waar ze, hoe heet die hele besmettelijke ziekte? Maar ebola, ja, daarom. Ik bedoel... als iedereen doodgaat, ja, dan hebben we toch ook niks meer te vertellen. Ja. Nou, dat is inderdaad wel een punt. Je kunt natuurlijk zeggen van ja, moet voorzichtig en ik weet niet of het wel helpt. Maar een van de dingen die ook wel worden gezegd is, je moet gewoon keihard laten zien hoe een kindje met polio eruit ziet. Of met mazelen of weet ik veel. Om het gewoon thuis te brengen in plaats van... Ja. Ja. Het begint al met de foto die bij het stuk in de krant staat. Moet dat een kind zijn dat geprikt wordt? Een gezond kind dat geprikt wordt en begint te huilen? Of moet het dat zieke kind zijn? Ja, ik heb hem. Dus die foto's op die pakjes sigaretten, die schijnen het ook heel goed te doen. Nee, je bedoelt van niet dus? Nee, niet. Foto's en data laten zien is stap 1. Informatie verschaffen is nudge 0.0. Dat is het minste wat we kunnen doen. Maar je zou kunnen zeggen dat gebeurt misschien al en dat werkt niet? Ja, meer is beter. Ja. Goed, we hebben nog ruimte voor een paar vragen, denk ik. Wie? Hier. Wacht even op de microfoon. Klopt het dat we hebben over nudge en over manipulatie? Het laatste woord hoor ik niet zo vaak overigens. Maar dat alles eigenlijk staat valt bij het woord vertrouwen. Als je de dat de publieke opinie ziet, dan is er heel veel argwaan bij wetenschappers of naar wetenschappers toe. En misschien ook wel bij andere landen wat gezegd werd cultuurmatig naar de overheid. Moet daar niet wat mee gebeuren? En het is dus natuurlijk toch eigenlijk de ene lijn van vertrouwen. En dan krijg je al heel dichtbij, kom je bij het punt van alternative truth. En daar hebben we het ook niet helemaal over gehad. Kijk, als informatie gewoon niet gepikt wordt, dan blijf je nergens. Dus kunnen jullie daar iets over zeggen? Ik denk dat voor vertrouwen ook nog de component transparantie zit. En dat dat een hele belangrijke is. Dat noemde Denise ook al. Je moet als overheid laten zien wat je doelen zijn. En op welke manier je die aan het najagen bent. En ik denk dat je ontzettend doorzichtig moet zijn als je inderdaad nudging inzet. Ja, dus... En in een heleboel gevallen werkt het dan alleen maar beter, is al aangetoond. Ja, dat zou dan in verband met vaccinatie bijvoorbeeld kunnen zijn dat je de groep moet vaccineren om iedereen te beschermen. En dan niet... Hè? Ja, dat is nog niet heel manipulatief, maar ja. Maar ook dat er gewoon een consensus bestaat over wat we dan als maatschappij over het algemeen goed gedrag zouden vinden. Ja, en ik denk dat het dan wel goed vertrouwen zal vergroten. Ja. Maar daar komt Eva met het voorbeeld van iemand die een paper uit 1973 meebrengt waarin twijfel is over een bepaald effect. En dan is de twijfel toch weer terug. Dus maar dat ligt eraan dus ook over welk onderwerp het gaat. Als het inderdaad aangeeft dat wanneer we niet meer vaccineren, dat er steeds meer kinderen ziek worden. En er wordt dan een panel gevraagd van wat vinden we als maatschappij. Ja. Ja, ik denk dat er dan wel eerder een consensus zal bestaan. En dus dan ook vertrouwen in de overheid om daar dan die richting het gedrag op te bewegen. Ja. Ja, okay. Paranoia is een mooi ding. En het groeit met hoe meer informatie je erin gooit, denk ik. Dus ik hoop dat het zo werkt. Ik weet het niet zeker. Ja. Wie nog? Laatste vraag. Mooiste moment van de avond. Niemand? Daar, ja, zie je, ik wist het. Achteraan, altijd. Gaat het met je arm, trouwens? Hij doet het nog, ja. Oké, vraag. In industriële ontwerpen zie je vaak dat mensen dingen ontwerpen zodat het maar op één manier goed gedaan kan worden. Poka-yoke bijvoorbeeld. Ja. Is dat ook een vorm van nudging? Ja. Er staat een prachtige column van Jasper van Kuik in de Volkskrant van, ik denk gisteren. Was het zondag? Ja, zaterdag. Ja. Over hoe architecten eigenlijk meer... Ja, hij schrijft meer empathie zou moeten hebben voor die arme eindgebruikers van hun... project. En dat ze niet enorm prestigieuze torens moeten bouwen zonder genoeg liften. Dat soort problemen. Maar ja, in feite gaat het daar om de feedback die consumenten moeten geven aan of de architect. Wat op dit moment niet gebeurt natuurlijk. Want die krijgen geen prijs voor gebruiksvriendelijkheid. Ja. Of in het geval waar we het nu over hebben, aan de overheid. Dus als je zegt, jongens, dat met die DigiD, dat gaat echt niet. Dan valt daar best wat gebruiksvriendelijkers en minder foutmakends aan te maken. Ja, ik denk dat het goed construeren, goed designen is in feite wat ons vak ook is. We doen er wetenschappelijk over, maar het is design. Ja. Want we hadden het over de architectuur. Hoe zei je dat? Keuzearchitectuur. Keuzearchitectuur. Dat vind ik ook een woord dat we allemaal moeten onthouden van deze avond. Keuzearchitectuur. Ja. En dan heb je goede keuzearchitecten die wel luisteren en slechte die niet luisteren. En de eerste heet psychologie en de andere heet marketing. Nee, sorry. Daar ga ik weer. Goed, laten we het even hierbij houden. Ik dank jullie in ieder geval voor je bijdrage. Normaal gesproken, dames en heren, hebben wij hier mijn goede vriend Jelle Reumer als columnist. En dat zou vandaag ook zo zijn, maar Jelle is op werkweek naar een opgraving in de VS. Hij is namelijk paleontoloog. Moet af en toe iets opgraven, kennelijk. Jelle Reumer was wel zo vriendelijk om een gesproken column in te zenden. Dus daar gaan we even naar kijken. Jelle Reumer. Manipulatie. Ha, denkt u nu. Een column over manipulatie. Die zal wel gaan over de dividendbelasting en hoe ons kabinetsbeleid door een paar multinationals wordt gemanipuleerd. Of over de uitbreiding van Lelystad en de geluidscontouren van Schiphol. Klassieke schoolvoorbeelden van manipulatie. Maar dat was ik niet van plan. Hoe ons kabinetsbeleid door Shell, Unilever en Schiphol wordt gedicteerd, is zo'n opvallende vorm van manipulatie dat ik u daarover niks nieuws kan vertellen. U weet het allemaal wel. Nee, ik wil iets subtielers met u bespreken. Maar ook smerig. Iets uit de wereld van het kleine, iets biologisch, namelijk hoe een minuscuul wormpje een argeloze slak manipuleert tot onnatuurlijk gedrag en een al even argeloze vogel daar het slachtoffer van is. Daar komt geen multinational en geen Haagse lobbyist aan te pas. Het is gewoon een kwestie van ragfijne evolutie. De manipulator in kwestie is geen tonnenverdienende meneer in een pak met stropdas en een huis in Bloemendaal of Wassenaar. Nee, het is een minuscuul klein parasitair wormpje dat leeft, hij liever dan ik, in de cloaca, het poep- en eigat dus, van vogels. Vinken, kraaien, gaaien, dat soort vogels. Die worm leeft daar in de vogelkont en legt eitjes die vervolgens met de vogelpoep naar buiten komen. De bedoeling is dat ze dan terechtkomen in water, waarna er kleine larfjes uitkomen die zich nestelen in argeloze, amfibische huisjesslakken van het geslacht Succinia, oftewel barnsteenslakken. In die slak plant het wormlarfje zich ongeslachtelijk voort en levert daarmee honderden larfjes van een tweede stadium en dan begint het feest pas echt. Zo'n slak heeft van die voelsprieten, u kent ze wel, beweegbare tentakels met aan het eind een oogje. Ze kunnen die tentakels intrekken of instulpen, maar een geïnfecteerde slak kan dat niet meer. De genoemde larfjes van het tweede stadium vormen met z'n allen een soort worstvormig, pulserend ding dat eruit ziet als een bewegende rups en dat in die tentakels gaat zitten. De barnsteenslak ziet er dan uit alsof hij 1 of 2 grote, vette, bewegelijke rupsen op zijn kop heeft staan. En dan volgt de echte manipulatie. Want terwijl de slak van nature in de schaduw leeft, wordt hij nu aangezet om het licht op te zoeken. Hij kruipt in planten of struiken omhoog en gaat aan het uiteinde van takken en bladeren zitten met die pulserende neprupsen op zijn kop, ongewild wachtend op wat komen gaat. En dat is dan een vogel, die wel zin heeft in een lekkere vette rups en die letterlijk een worst voor de neus gehouden wordt. Vink, kraai of gaai trekt de dikke slakkententakels zonder pardon van de slakkenkop, slikt die neprupsen door en krijgt op die manier honderden wormenlarven binnen. En dat was nou net de bedoeling, want daarmee zitten de wormen even later weer lekker knus in de anus van een argeloze vogel. U begrijpt, iedere overeenkomst met de wereld van de politiek berust volstrekt op toeval. Dankjewel Jelle Reumer. We nodigen hem gewoon nooit meer uit. Hij mag alleen maar filmpjes maken. Dat lijkt me het beste. Goed, ik dank onze gasten nog een keer. Denise de Ridder, dames en heren. Femke van Horen, Eva van den Broek en Rianne Hoek. Daar, ja. Volgende maand is er weer een kenniscafé op 12 november. En dan gaat het, zoals ik al zei, over vaccins. En dan niet over het kabaal dat er omheen hangt, maar gewoon over die dingen zelf. Wat is het? Hoe werkt het? Kan het beter? Wat kunnen we er allemaal van verwachten? Een avondje even bijspijkeren dus. Ik zou zeggen, kom dat zien. Dank voor uw aandacht. Tot ziens.